Snelle had een documentaire op uh, Netflix en toen Netflix mij benaderd, toen kon ik een ja, soort van samenwerking, of nee, een soort van een samenwerking ja. met hen aangaan door, ja, wat was het, 15, 20 paar schoenen uh, te customizen voor die documentaire, gebaseerd ja. op Snelle. Welkom bij de Lotgenoten podcast, de nummer in podcast voor ondernemers in Nederland. Mijn naam is Jaro, naast mij zit Koen en we hebben vandaag ook een gast zitten. Fabio. Fabio, allereerst welkom. Uh, jij bent bekend van Fabio Creates. Zeker. Uh, jij hebt op je internationale account meer dan 900.000 volgers op TikTok. Uh, je hebt op je Nederlandse account, weet ik eigenlijk niet precies, meer dan 150, 200? Nee, Nederlands nu 139, volgens mij precies. 139.000. 139. Oké, okay, en op Instagram ook best wel veel volgens mij. 35, 36. 35, 36, keihard. En ik denk dat je daarmee een van de grootste sneaker customizers bent in Nederland. Dat denk, ik ook. Ja. dat denk ik ook. Voor zover ik weet de grootste. Dus, uh, ja, ja, zeker op TikTok, dat denk ik ook. Ja, ja, hmm. ja dus dat is uh, keihard. Jij doet uh, veel toffe dingen. Ik zag, jij hebt bijvoorbeeld een collab gedaan met uh, Snelle voor uh, de release van Top. volgens mij zijn uh, documentaire. Ja, Snelle had een documentaire op uh, Netflix. En toen Netflix mij benaderd. Toen kon ik een ja, soort van samenwerking, of nee, een soort van een samenwerking. Ja. Met een aangaan door ja, wat was het? 15, 20 paar schoenen uh, te customizen voor die documentaire. Gebaseerd ja. op Snelle kayvert zeker ja, ja, nice we ja. er nog dieper op uh, in gaan ik. Ook, zeker zeker uh, ja Fabio welkom ik ben heel Thanks. benieuwd uh, of je ons gewoon even kort mee kan nemen in, uh, in jouw woorden wat je doet en hoe dat ontstaan is want je doet best iets unieks ja het is niet iets wat iedereen doet denk ik nee dat dat zo zo noem ik het ook altijd het is niet iets wat iedereen doet het is niet iets wat iedereen heeft um, ik ben Fabio ik noem mezelf Fabio creates mijn bedrijf heet ook Fabio creates want ik maak dingen ik create dingen ik denk dat ik creatief ben en ik ben altijd creatief geweest en zo is het eigenlijk ook ontstaan. Ik ben een paar jaar geleden uh, begonnen weer met het oppakken van tekenen, schilderen, wat ik vroeger altijd al deed als kind. En naast dat ik aan het studeren was, overigens uh, meerdere studies geprobeerd, maar allemaal niet gehaald. Ik denk dat Hoeveel het... stuk studies? Uh, ja, zes studies, vijf, vijf studies, vijf studies begonnen en allemaal niet gehaald. En ja, uiteindelijk zat ik vorig jaar. Ja, vorig jaar bij uh, het grafisch Lyceum op school. En dat was ook een creatieve opleiding. En toen dacht ik van, oh, hier zit ik misschien wel op mijn plek. Maar ja, tijdens dat ik dat deed, was ik weer uh, dus dat creativiteit weer aan het oppakken van mezelf. Dus ik was aan het schilderen, ik was aan het tekenen en al die dingen. En op een gegeven moment dacht ik, weet je wat, ik ga dat gewoon posten op TikTok. Dus anderhalf jaar geleden, nu, twee, bijna twee jaar geleden, begon ik mijn eerste TikTok post. Met het poster van schilderijtjes die ik had gemaakt. En die schilderijen... Waarom TikTok? Het kan ook Insta, Pinterest. Instagram ook. Maar ik wist dat TikTok een ding was. Want ik volgde al langer mensen zoals Gary Vee, uh, noem maar op. Voor de mensen die nog steeds geen TikTok gebruiken. Voor de mensen die nog steeds geen TikTok gebruiken. Gebruik alsjeblieft TikTok. Same you. Een jaar, anderhalf jaar tijd dat ik op TikTok zit. Op de ene kant 900.000 volgers en op de andere kant, je het net, 139.000 volgers. Ja, dus gewoon ja. meer dan een miljoen volgers. Bij elkaar, path. ja. Een Nederlander, hè? Een, een Nederlander, zeker. Ja, wat zijn? Waarom? Ja, dus ja, maar uh, hoe dan ook. We begonnen dus met TikTok voor schilderijtjes en tekeningen. Nou, dat ging niet extreem goed of zo. Ik had mijn eerste keer misschien 300 views en het dus ging naar 500 views. Toen weer naar 80 views en dacht van ja, eigenlijk is het best wel kut. <laughs> waarom doe ik dit nog? <laughs> maar toen ging ik een beetje opzoeken van wat hoe werkt het nou eigenlijk? Wat is TikTok? Want views doen toch wel iets met de mens. Tenminste, voor ja. mij deed want waarom post je anders iets als je het niet wil laten zien toch? Ja, ja, ja. Het is een soort van addictive ook, toch? Die eerste virale post ga je sowieso elk uur ga je gewoon weer kijken van wow, weer precies. Precies, je kijkt weer van. Ja. oh, wow. Heb je niet gewoon in de eerste vier posts dat eens echt viraal ging? Gewoon even 20.000 Ja, dat, dat wel uiteindelijk. En dan ook. gaat hij weer terug. En dan, Kom, dan, ja, dat precies, doet TikTok okay. volgens mij, ik zweer, dat doen ze expres om mensen dat verslaafd te maken. Dat doen ze sowieso expres. Elk account dat zou pakt kunnen. binnen de eerste vijf vi video's, hoe kut de video ook is, één video die minimaal 10, 20k pakt. Misschien, uh, misschien is dat al. Ik dat denk dat, dat een echt, dat valt bij elk account Misschien op. is dat al. Uh, ja, dat heb ik nog nooit even nagedacht. Ja, ik denk ja. echt dat het zo is, man. Dat is als je... We hebben daar een boek. Het heet... Uh... Even kijken, even kijken. Hoekt? Hoekt. Ja, daar rechts. Er staat er ook van hoe kan je um, producten gaan bouwen. die uh, gewoon worden voor jou. Bijvoorbeeld, TikTok heeft sowieso dat boek helemaal kapot ge ge ja. ge gelezen, Luister. gebruikt en toegepast. Sterker nog, want we onderbreken je verhaal nu helemaal. Dus nee, even een korte side note. Facebook is op een gegeven moment naar Las Vegas vertrokken. en heeft allemaal casino mensen aangenomen. Bij het casino nemen ze allemaal mensen aan die psychologisch onderlegd zijn. die ervoor zorgen. Jij stapt binnen en blijft zo lang mogelijk gokken en zoveel mogelijk geld uitgeven. Die experts heeft Facebook aangenomen en gezegd. hé, hey, al die psychologische dingen die jullie toepassen op mensen die gokken, hoe kunnen wij die toepassen in ons sociale platform? En zo zijn ze allemaal dingen gaan ontwikkelen om mensen volledig hoekt te krijgen op platformen. En TikTok doet dat ook sowieso. Ja, sowieso ja, makkelijk. Facebook, TikTok, Instagram is nu van Facebook. Mm -hmm. Al die We meta. 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 En ja. iedereen is verslaafd. Dus. Ja, 100%. Iedereen is verslaafd. Ja, klopt wel man. Vooral de mensen die er niks mee doen, die zijn echt verslaafd. Die er niks mee, oh, niet ja, produceren, die niet maar die consumeren. Die niet, precies, die niet produceren, maar consumeren. Ja, ik bedoel, ik ja. zit niet zelf uren te scrollen op TikTok. Ik denk jullie ook niet. Nee. Ik heb hem laatst dus weer verwijderd. Want jij doet, uh, doet nu eventjes weer alle content voor de lotgenoten. En ik zat op een gegeven moment op dat ik zag, hé hey bro, ik heb het niet meer nodig. Gaan verwijderen. Ja. Verwijderen. Het scheelt zo zo'n uur uit, uit je dag. Ja man. Ja. Ik, ik heb dus. Uh, ik geef nog wel eens coaching aan studenten um, voor, om hoge cijfers te halen. Iets wat, wat ik altijd deed met mijn oude business. Um, nu doe ik natuurlijk wat anders. Met Jaro hebben we de YouTube-agency. Uh, maar ik coach nog steeds die studenten. En ik had laatst dus ook een student. En die zei ook gewoon eerlijk, ja, ik zit gewoon. Um, ja, de reden waarom mijn school nu voor het top gaat, is omdat ik elke dag drie, vier uur aan TikTok-video's zit ja, te kijken. ziek is dat, hè? En dat is gewoon, ja, het is gewoon afleiding. Het is alsof, alsof je gaat gamen, alsof je ja, gaat eten, alsof je, denk ik gaat chillen en smoken. Alleen dan, TikTok is zeg maar niet ja, verlaagd, het is, nu, het is nu een ding. Maar iedereen heeft dat verlies ook wel eens gepakt. Dat je denkt, oh kut, ik moet morgen om zeven uur op. En ineens om twee uur s'nachts denkt, tering, ik heb twee uur lang domme video's zitten kijken. Waarom ben ik zo? Precies. Ja, ik heb nog het ergste. Ik ga dan uh, die video's opslaan bij favorieten. En dan kun je ze ook categoriseren, toch? zie de video zeg ik hey, dit is een mindset video ik ben mindset neer toch een vechtvideo oh dat ga ik later dan misschien toepassen, ja, dan nee. nee. <laughs> toepassen. Hey, ja, ik toch? heb dit gezien in een video man papa, ja, papa. klinkbochten en boxen, toch <laughs> gewoon, van dat ga ik ook leren en zo jij bent helemaal slim jij hebt je brein getrikt om te doen alsof je functioneel bezig bent met TikTok terwijl je gewoon fully content ja, zit gewoon te kijken, waar je nooit meer wat weet je mee je hoe je dit noemt Productieve uitstelgedrag <laughs> ja. Slaat nergens op. <laughs> maar ja, in ieder geval, jij was productief bezig op TikTok door content te maken. Door content te maken. Ja. En ja, uh, om even verder te gaan. Waar was ik gebleven? Ja, je was gebleven. Je had ongeveer 3,400 views. Op een gegeven moment dacht ik. Oh ja, dat is Ik had eigenlijk geen zin in. Maar ik bleef het toch even doen. Want ik dacht, weet je, ik ben pas net een week begonnen. Ik heb pas drie video's gepost. Misschien is het wel wat. Nou, tot ik mijn eerste viral video van een schilderijtje dat ik toen had gemaakt. Ik denk inderdaad, wat jij net zei, 20.000, 30.000 views. En dacht van, oh, oké. Okay. 20, 30.000 mensen hebben dus mijn ding gezien. En toen ging ik dat even in perspectief brengen. Als je ergens bent, er zitten misschien 100 mensen in een zaal. En als je in de sportschool loopt, dan denk je van oh, veel mensen hier, maar er zijn nog geen 100 mensen. Dus je denkt 30, 20, 30.000 mensen, dat zijn echt heel veel mensen. hoeveel mensen. Dat is gewoon een stadion vol. Precies, dat is gewoon ja. een stadion vol. En toen dacht ik van oké, okay, dit is sowieso iets wat ik nu vanaf nu fulltime ga doen. Naast dat ik naar school ga. en... Weet ik voor wat. Dus toen ben ik na die schilderijen gaan beginnen met op sneakers schilderen. Want dat zag ik overal op TikTok. Want daar, daar kwam mijn For You page dus voor mee. Omdat ik waarschijnlijk kunst, kunstzinnige dingen had geliked. En dus mijn algoritme of mijn For You page stond alleen maar creatieve dingen. En ik dacht, ik zie mensen schilderen op sneakers. Maar dit kan ik veel beter. Ik kan het beter branden. Ik kan het beter verkopen. En ik denk ook nog dat ik het mooier kan maken. En daarnaast deed niemand het in Nederland. Tenminste niet zoals ik het zag. Dit vind ik wel dood man. Want we, kennen, we hebben allemaal wel een stukje van snelle jongens, de documentaire gekeken. Waarin Marius ook letterlijk gaat zeggen van oké, okay, ja, je hebt dan deze video. En dan is dit de tekst. En dan ga je letterlijk dit van Engels naar Nederlands vertalen. En dan ga je het opnoemen. Ja. Alleen wat jij dus eigenlijk zegt, is ik pak eigenlijk een video. Ik denk oké, okay, het kan een betere hoek hebben. Uh, het kan pakkender zijn, het kan mooi gefilmd worden. Betere muziek eronder. En op mijn eigen stijl. En dan plaats je het online. Dus dan heb je echt een ja Een betere video, Precies, wat echt uh, meer verdiend. Uh, uh, ja, dat is die, die uh, nieuwe uh, unieke content die mensen misschien al eerder hadden gezien, maar nu echt blijven kijken of echt willen blijven kijken omdat het interessant is. Ja, ja. dat ja. is die Picasso toch van uh, Good Artist Copy, Great Artist steal. Ja, dat is, dat is het stelen van bepaalde onderdelen en die vervolgens op een unieke manier mixen met je eigen saus erop en dan heb je ineens iets nieuws. Misschien komen we er zo nog op terug, maar inderdaad, artiesten of uh, kunstenaars of uh, kledingbedrijven. Ja. Alles is al een keer eerder gemaakt. Je kan niet iets nieuws verzinnen als het op kunst of wat dan ook aankomt. Kan, ja. Dat kan bijna niet. Het menselijk brein kan dat ook niet. Nee, het nee, menselijk ja, brein is ja, daar ja. niet toe in staat. En je kan beter iets goed kopiëren, maar het vervolgens op je eigen manier verkopen, verpakken en uh, maken. Ja. Dan dat je inderdaad letterlijk één op één iets steelt en ja. dat dan probeert. Juist. Maar het is toch een soort van creatieve verbeelding van... Um, je kijkt gewoon naar twee of drie mensen en je denkt gewoon nou, dat is ziek. En je voegt dat gewoon samen Precies. qua concepten. Ja. Dat, ja, gebeurt dat gebeurt eigenlijk continu. Ja. En dan, dan komen er wel weer nieuwe dingen. Of nieuwere dingen. Ja, toch. Ja, ja, ja. De grootste bedrijven, de meest succesvolle mensen, komen daaruit voort. En Uber, is gebaseerd op oké, okay, ik kan woningen huren. Ik heb taxi's, waarom zou ik zoiets niet kunnen huren? Zeg, maar het zijn allemaal dingen die gebaseerd zijn op oké, okay, je hebt hier een idee in deze markt. Je hebt hier een idee in een andere markt. Als ik die combineer, exact. krijg je iets nieuws wat helemaal nieuw is in die andere nog markt. Nog een simpele voorbeeld trouwens. We zitten nu over TikTok te praten. TikTok bestond natuurlijk soort van al met Vine. En eigenlijk ja. had je ook video's die je op Instagram kon posten. Maar nu zit gewoon een video van zeven seconden. Waar je ook nog eens keer muziek onder kan zetten. Die je zelf kan editen. Het is eigenlijk een combinatie van YouTube in het klein met Vine of Instagram. Ja. Dus ja. het is ook niks nieuws eigenlijk. Nee, Ik weet niet, kon je in Vine ook zo... Nice creëren. Want in TikTok is dat gewoon super. Ik heb ture. nooit fijn gebruikt. Ik heb man. fijn gekeken, maar ik heb het nooit gebruikt. Dus ik weet niet hoe die hoe editor eruit ziet. Ja. Ik heb meer fajns op YouTube gekeken dan op ja. Fine <laughs> zelf eigenlijk. <Ja. laughs> maar ik denk dus op fijn dat dat heus wel tegen zou vallen. Want anders zou bijvoorbeeld een Instagram heel makkelijk zulke functies ook uh, overnemen. Terwijl ze dat niet hebben gedaan. Terwijl ze nu echt van alles Ja, Of, ze zagen, alle de, of ze zagen daar de waarde niet van in omdat fijn toen failliet ging. Maar ja. dat was de reden van de advertenties. Dat ze niet, uh, dat kon jij goed uitleggen, omdat ze geen advertenties konden draaien op de video's. Oh, dat weet ik niet man. Heb ik dat ooit verteld? Ik dacht dat jij het was. Ik okay. heb geen idee. Ze waren tenminste failliet gegaan, omdat ze um, geen winstgevend uh, oogmerk hadden aan Fine zelf. Ah. Ja. Dus um, ja, de creators konden ook niet betaald krijgen. Of de advertenties werden niet goed gedraaid. Terwijl, ja, dat moet wel het concept verwerkt worden. Anders moeten mensen gaan betalen voor het platform. En dat werkt niet. Dat werkt natuurlijk niet. Dus met Spotify. Uh, en dat kon misschien ook, want Fine is best oud, omdat Facebook dat toen ook niet uitgevogeld had nog. Want je moet niet vergeten dat Facebook. Facebook is daar. Vijf, zes van. jaar geleden nog bezig was met ontdekken van. Yo, hoe de fuck gaan we geld verdienen. met al deze miljoenen mensen die klopt. we hebben. Ja. Klopt, klopt, man, klopt. Dus dat was misschien toen moeilijker. Ja, TikTok weet gewoon nu. Oké, okay, boom, dit doet Facebook. bab, dat doen wij. Weer ja. dat. Kijk wat een ander goed doet. Pakken, het verbeter het iets. Let's go. Facebook is toch vanaf, Is dat 2009 of 2004? Dat weet ik niet precies. Maar het heeft Ook daarna. Facebook had echt al. Zin, honderden miljoenen gebruikers. toen ze ads gingen runnen. Ik, Weet ja, nog dat op een gegeven moment was van... Oh shit, er komen nu advertenties op Facebook. Lijp. En nu wil niemand meer advertenties op Facebook. Wat nog wel winstgevend zien. is, Zeker, man. zeker. Je wilt nog wel adverteren, maar je wilt het niet zien. Nee, nee, nee. Maar je, plus, ik heb nog nooit iets gekocht via Facebook of Instagram. Echt via ads. Ja. Gewoon in mijn leven. Via niet. de ads zelf niet? Nee, in mijn leven gewoon nog niet. Ik ben, adver, ik ben zeg maar marketeer. Ik heb tonnen verkocht via Facebook advertenties. Maar zelf nog nooit iets gekocht via Facebook advertenties. Nee, ja, toch? Ja, raar. Ja, best wel vreemd. Ja. Maar, ik heb maar wat, gehoor... is jouw, wat is jouw idee of mening achter waarom je niet iets zou kopen via een advertentie op Facebook of Instagram? Ik denk dat ik misschien lang over dingen nadenk. Ik ben een cheap ass. <laughs> dat sowieso. Dus ja, ik ga ja, altijd ja. onderzoek doen van: oké, okay, wat is dit precies? Wat ik wel heel veel heb dat ik geïnspireerd daardoor. Maar ik zie bijvoorbeeld nu heel veel mensen met lovers. Dat vind ik hard. Maar ja, dan krijg ik allemaal merken: 300 euro voor een paar lovers. Dan denk ik, ja, ik kan sowieso voor 100 euro lovers halen. Dus dan ga ik wat de stad in. Dan ga ik ze bij de Sasha halen. Ofzo. Snap ik. Ik ben een beetje diega. guy. <laughs> nou, dat is dan iedereen zijn ding, toch? Ja, ik heb hetzelfde, man. Ik, uh, ik kan bijvoorbeeld één keer in een half jaar werk bijvoorbeeld, voor uh, Tommy Hilfiger, en Calvin Klein. Dat is gewoon een week in sample sale. Dan hou ik uh, shirtjes voor uh, 20 euro, een jas voor 40 euro en uh, schoenen. Weet je of Ook voor 20 euro. Oh, en dan uh, ben ik wel een paar honderd euro kwijt. Best wel veel trouwens. Dat was echt 800 euro kwijt of zo. Maar ja, een hele... Je een nieuwe kast. Ik heb een nieuwe kast. Met echt allemaal spullen erin. Ik hoef gewoon een half jaar, een jaar geen kleding te kopen. En het mooiste is, of Calvin Klein en of Tommy Hilfiger verdienen ook nog steeds aan jou. Ja, 100%. 100%. 100%. Die de Chine Chinezen Chine 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 ja. werken hard hoor. Jij denkt, samples veel 20 euro voor een shirt. Ah, fuck, goedkoop. Nou, bij elkaar valt het reuze mee. Weet je hoeveel Calvin Klein maakt aan alleen hun onderbroeken? Nee, maar waarschijnlijk belachelijk veel. Denk ik ook echt belachelijk veel. Ja, dat gaat echt in uh, iets van 5, 6 jaar. Grote, grote kans dat we er allemaal in aan hebben, trouwens. Uh, ja, vandaag niet, man. Nee, ja, ik nee. heb dus helemaal HM ontdekt, man. HM heeft. Hij heeft bepaalde onderbroeken die zeg maar, strak zijn, maar wel ook lang. Waardoor die niet opkruipt. Sinds die heb ontdekt uh, draag ik dat. is een mee. beetje Calvin klein, ja, Calvin klein onderbroeken. Maar Calvin is vaak kort toch? Je hebt die korte dingen. Krijg je die... ook zeg maar, na twee dagen al gaten op dit? Ja, ik krijg kapot snel gaten in die dingen. Ja, ik heb echt een T grote balzak, snap je? Dus Moet die hangt vaar... eruit. Die hangt je ook uit die Die schuurt zo tegen de onderkant. Ja. ja, dat werkt gewoon niet. Uh. Maar... Jij ging sneakers customizen. Nee, ik ging sneakers customizen. <laughs> en dat, dat kwam voort uit dat ik dus uh, van overstapte eigenlijk van schilderijtjes posten en maken naar op sneakers schilderen. Ja, en op een gegeven moment, of in de eerste instantie denk je natuurlijk van, oh ja, een canvas, een wit doek is 10 euro of 5 euro, maar een witte schoen om op te schilderen is wel gewoon 120 euro. Nee, juist. Dat was mijn eerste stap. Dus ik had eerst een eigen paar schoenen gekocht, om 20 euro, oké, okay, nou, daar ga ik het wel even op proberen. Nou, die video kreeg ook gelijk 20.000, 30 30.000 views. Ik weet nog precies. Ik had toen een draak of iets en een vis erop geschilderd. Want ja, dat vond ik leuk. Ja. Dat had toen best wel veel views voor mij doen. Dus ik dacht, oh, dit is vet. Dit, dit willen mensen dus ook wel zien. Verkocht ook? Nee. Dat niet. Gewoon die, voor schoenen, jezelf? die schoenen staan nog steeds ergens uh, in mijn kast. Doop. My man. Als ik ooit bekend word, jongens, echt bekend. Ik heb het over. Wereldwijd bekend. Ik heb het over meer dan een miljoen. Ik heb het over... Waar heb je het over? Wereldwijd bekend is ja. Ik heb het over... Ik heb het over... Wereldwijd erkend. Bekend artiest, creator, designer. Precies. Je hebt het over, je je het het over Sean Waterspoon type shit. Uh, Next level uh, bekende guy. Ja. En... Zeg maar. so, uh, uh, Hoe heet het? Keith uh, Herring. Ja. Uh, ten? Of verkeerd, ik, ik weet het. Ik zeg, zeg nu maar wat. Keith Herring. Waar moet je zeggen, Waar moet je bijvoorbeeld... Door wie moet je uitgenodigd worden? Behalve de Lotgenoten-podcast. Dus in het buitenland, om bijvoorbeeld op een show te komen... waarvan je zegt van, oké, okay, dan... Nu ben ik bekend. Nu ben ik bekend. Dat weet je niet, maar wat ik wel weet... Wat het level qua bekendheid uh, voor het werk wat ik zou willen maken... zou willen krijgen ooit, is op het level van bijvoorbeeld... dus een Keith Haring of een Jozef Klibanski. Ja. Dat, dat je bijvoorbeeld schoenen maakt voor Jay-Z of zo. Nee, dat je gewoon werkt. Ja, gewoon Liebant. werken. Of, ja, ja. Het begon natuurlijk met schilderijen. Nu is het schoenen, nu kleding. Ja. Dat is waar rijdt zich allemaal uit. Meen je dat kleding geen... ook uh, goed aanslaat? Zeker. Ja. Zijn, er zijn er geen grenzen. Voor mij is er geen grens van. Oké, okay, ik kan dit niet maken, want alles is creatief. Ja man. Tenminste, als het praktisch en creatief is wat ik kan bedenken, ontwerpen of maken, ja. dan valt het binnen mijn straatje, vind ik. Ja. ja. Klien, natuurlijk Klibansie? op TikTok is natuurlijk van. Oké, okay, dan heb je de schilderijen en die weten niet. Want dan kregen ze, zeg maar 60 views op. Schoenen werkt goed, maar daar moet je moet wel een investering voor maken en daarom werkt het ook wel beter, omdat mensen denken... ja ja, de barrier, barrier to entry is hoger dan. Klopt, gemiddelde... Ja. Maar in de kleding bijvoorbeeld. Uh, je sas krijgen inderdaad. Shirtjes, weken goed, patches werkt misschien goed. Maar het zijn ook dus wel Is vooral liggend. Ik bedoel, ja. je hebt natuurlijk schoenen, dat is ook een fashion uh, item. En dan heb je natuurlijk kleren, ook weer fashion. Ja. Maar nu heb ik wel een bepaald bepaalde following die mij wil zien om wat ik doe. Of ik nou schoenen maak, uh, t-shirts laat zien, uh, een vlog maak van dat ik naar de sportschool ga, want dat doe ik ook op TikTok. Ja. Het, de, de views zijn eigenlijk bijna altijd hetzelfde. Natuurlijk ja. heb je uitschieters, um, maar ja, daarom zeg ik iets creatiefs doen, iets creatiefs maken, iets bedenken. Dat kent geen grenzen. Vind Wil je ik. ons uh, koptelefoon doen? Ja, is goed. Uh, zou ik deze. <laughs> deze, deze correct. <laughs> K hier, hier zo gaan en dan hier <laughs> Ja, dat is echt een top, man. Uh. <lacht> <lacht> top man. <laughs> maar uh, ik was op, want eigenlijk ben je dus misschien dat jouw personal brand zeg maar, jouw persoonlijkheid dan uh, nog bijna de kunst overstijgt of zo. Als je zegt, want sport nou, heeft ik, niks met kunst te maken. Als ik het, uh, het idee achter mijn bedrijf en mijn naam even snel zou uitleggen, ik zag iedereen die uh, kleding of fashion items of schoenen verkocht gewoon een, een naam hebben van uh, die customs ofzo. of zo of wat ik veel... SS customs of ja. uh, wat ik wil crazy customs of dit fashion of dit studios. Ja. En toen dacht ik, er is niemand die eerst een following heeft opgebouwd. En vanuit die following. Handelt naar. Uh, in dit geval een bedrijf of wat dan ook. Uh, of iets wat je kan verkopen. En. Ik heb dus eigenlijk omgedraaid. In plaats van eerst iets te verkopen. Eerst een following opbouwen. En daarna iets te gaan verkopen. Want mensen proberen met nul following iets te verkopen. Maar dat gaat natuurlijk nooit werken. En nu is het een soort van. Ik dacht, kijk, je hebt influencers. Uh, met 20. 30. 40.000 volgers op Instagram. En die. Die promoten allemaal bedrijven en producten Rolles, die ja. niet van zichzelf zijn. Waar ze niet echt achter staan. Waarvan ze denken van ja, oké, okay, nou dan heb ik hier een advertentie voor gemaakt. Heb ik 200 euro voor gevangen. Misschien wel 2000 euro voor gevangen. Maar ja, ben ik hier nou blij mee? Nee, eigenlijk niet. Maar ik ben wel blij met de 2000 euro. Ik dacht, waarom kan ik niet die guy zelf zijn. Die dus daarom ook geen, niet dat soort mensen nodig heeft voor zijn product. Dus ik heb nul influencer branding. Ik doe alles zelf. Ik ben het gezicht van mijn bedrijf. En als ik iets post, dan wordt het gezien door... Ja, een bepaalde groep mensen die dat aanspreekt. Denk je niet dat je op een gegeven moment... Want je bent nu twee, drie jaar mee bezig. Ik ben nu precies bijna twee jaar mee bezig. Bijna van, twee ja, jaar, ja. dus dat is best wel recent. Ja. Dat je op een gegeven moment na vier, vijf jaar toch wel denkt van... Hey, ik, ben, ik ben eigenlijk van dat gezicht af. Van mijn brand, mm, Misschien wel van de sneakers. Mm -hmm. Want ik kan nu alvast zeggen, dat weet misschien een deel van mijn volgers ook al... Het is niet iets wat ik de rest van mijn leven kan blijven doen. Dit gaat niet voor de rest van je leven. Tenminste, ik zie mezelf niet voor de rest van mijn leven sneakers blijven schilderen. Het moet oh. zeg maar groter worden. Het de moet de groter de worden. De ja. dus het zal anders worden. Of het groter wordt, dat weet niet. Maar het zou in ieder geval anders een andere vorm aannemen dan alleen sneakers en kleding. Oudjes. hele oudjes. Hele oudjes. Uh, ja, misschien weer terug naar schilderijen. Ik weet niet. Ja. Ja, het kan van alles zijn, toch? Als je kijkt naar, je noemde net een Klibanski. Ja, uh, hij Klib maakt van alles. Ja, ja, hij maakt nu zelfs uh, uh, sieraden voor de grootste Daarom. artiesten uit Mexico. Dat, hoe vet is dat? Ik bedoel, een ketting of een, een, inderdaad een sieraad is ook een vorm van kunst. Juist. Ja, dat is keihard. pro op een gegeven moment gewoon hele oudjes voor bepaalde rappers. Bijvoorbeeld Kevin. Hoe vet is dat? Ja, toch? Dat je gewoon... Uh, hij heeft nu uh, MX BW. Of... Uh, ja. Heeft BW nu een heet het, ja dat je bijvoorbeeld van die MX, dat je die gaat customizen, maar je hebt natuurlijk ook gewoon hele kleding bijvoorbeeld dat je dat ook gaat customizen. Dat is toch koude Ik Moet wel zeggen, ja? om het even te onderbreken, het, het customizen, daar, daar, daar ga ik steeds minder, of, daar ga ik ah, steeds meer vanaf. Daar meer gewoon meer design. Ja. Design. Dus, okay. dus als ik dan, ik zal wel schoenen blijven maken hoor, daar niet van. Alleen als ik een, stel ik ga weer schilderij maken of ik ga iets van, een, iets kunstzinnigs maken. Dan zou het ook one of a kind zijn, of dan zou het iets zijn wat ik in meerdere oplagen kan maken zodat meerdere mensen het kunnen hebben. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. Want dat is goed voor mij ook, want ik ben echt een noob hierin. Customize betekent gewoon dat het iets letterlijk één keer uniek is en dat kan je niet. Ja, maar wel repliceren. je pakt iets en dat maak je voor die persoon. Ja. En alleen maar die persoon uh, die mag het dan invullen voor wat hij of zij ervan zou willen of van zou willen maken. Ja. En designen is echt gewoon van oké, okay, dat is gewoon. Ja, gewoon, van ik, ik maak of ik maak één keer iets en ik verkoop het eenmalig. Alleen dat beeld. Ik zeg maar wat ik, stel ik maak een beeld en er is maar één beeld en iedereen zou het kunnen kopen. Ja. Dat, dat is wel iets anders dan customizen. Ja, ja customizen pak je ja. volgens mij ook vaak iets dat al bedacht is door een ander en ja. dan bouw je op voort Precies, Ford dan bouw je eigenlijk. op voort of je pakt ja. het gewoon uh, omdat iemand het vet vindt, omdat jij ja. het beter kan, weet ik veel. Zo, ja. zo ja. gaat het. Die, dat krijg ik namelijk ook een vraag, uh, de vraag van, hey kan je dit maken? Want ik heb dit bij iemand anders gezien of dit heb ik op uh, Pinterest gezien. Zeg van, ja hoor, dat kan. Uh, het kost zo veel. Ja, ja. precies. Lau. en Want je bent dus die schoenen gaan doen. Maar dat ging gelijk in het begin best goed. Want je had dan die eerste view. Maar je, had een, je hebt één je hebt paar gemaakt, zeg maar. Waar je dacht van, ja, best duur. Schoenen, oké. Okay. Ik ga dit doen. 20, 30k views. En toen? Dacht je toen, ik ga meer paren kopen? Of hoe beweeg je verder? Dit was uh, twee jaar geleden. Ja. Januari. Uh, dus <laughs> iets langer dan twee jaar geleden. En uh, toen had ik dus voor mezelf mijn eerste paar schoenen gemaakt. Maar ik had geen idee dat ik hier echt iets mee wilde gaan doen. Ik had geen idee dat ik hier geld mee wilde gaan verdienen. Ik had geen idee dat ik dit... Als bedrijf überhaupt ging starten. Want hoe, zat, hoe was de situatie toen? Want ik zat toen was uh, nog, nog wel bezig en met Toen je werkte studie. ik. Nee, want toen werkte ik. Toen zat ik nog niet op school. Of tenminste dat ik even een tussenjaar. Want ik was weer van een studie af. die ik niet had afgemaakt. Oh, ja, ja, ja. Dus toen werkte ik uh, fulltime. In een, in een cocktailbar. En uh, ja, toen maakte ik de schilderijtjes en schoenen we mezelf. Nou, dat okay. was dat. Ja, ja. Toen ging ik in uh, september 2020, nee, sorry, september 2021 weer naar school. Als ik nu verkeerd? Nee, september 2020 natuurlijk. Dat kan helemaal niet nou. September 2021 <laughs> ging ik weer naar school. Ja. ja, september 2021 ging ik weer naar school. Kunst, uh, kunstopleiding was dat? Of uh, creatieve opleiding? Het septem nee, september 2020. <laughs> ja, ja, de tijd ik, gaat ik, snel hè? Ja, snel. <laughs> ja, ja, ja. We zitten nu in 2022. <laughs> yes, ja, oké. <okay. laughs> ja, ja, ja. Sorry, excuse. September 2020 ging ik weer naar school. <laughs> mm -hmm. En uh, binnen drie maanden... Want op de dag dat ik naar school ging, 1 september... was ook de dag dat ik mijn webshop af had www.fabrikurates.com was toen live op 1 september 2021. Dus vanaf die dag reken ik dat ik mijn bedrijf ben gestart. Daarvoor heb ik schoenen voor, voor vrienden gemaakt en voor mezelf, maar dat waren misschien 10, 20 paar in totaal. Binnen een half jaar. Dus ja, dat is niet extreem veel. En um, ja, 1 september 2021 heb ik mijn website gelanceerd. Toen ging ik naar school, maar binnen 2, 3 maanden dacht ik van oké, okay, dit is niet helemaal wat ik wil doen, want ik kan het niet goed combineren. School, Ja, als je naar school gaat, mensen die naar school gaan, jullie weten het kost... Niet 40 uur per week wat ze zeggen, maar het kost wel 15 tot 20 uur per week. Yes. Mm -hmm. op, ja, per week. En die, dat kon ik niet goed combineren voor mijn gevoel. Het had best gekund, maar ik kon dat toen niet. Dus toen ben ik gestopt met school na drie maanden en mijn voel gaan focussen op Dus TikTok, gewoon mijn bedrijf. En ja, het gewoon eigenlijk het laten groeien van mijn following. Want toen had ik dus al 300, 400.000 volgers volgens mij. TikTok. Ja. ja, echt? Ja. Want dat was dus het idee erachter. Ik ga niet iets online gooien, ik ga niet iets... Zonder dat, dat je de volging hebt, ja, maar hoeveel schoen had je toen? Had je al iets van 30 schoenen al gecustomized, ja, ja, maar wel voor vrienden van mij. Ja, maar ja. dat is dat, stond zeg maar op TikTok toen had je ja. de zien. zeg maar daar echt Precies. mee opgebouwd. En ik ging, ik ging in die tijd, ging ik nog viral met satisfying video's. Dus een brushstroke met een hele gesatireerde kleur, verf, je hebt een witte schoen, die is helemaal clean. En dan zet ik er een zwart streep over die schoenen heen voor drie seconden. En iedereen kijkt dat. Ja, en de replay is natuurlijk ja, ook. Ja, de replay fucking hoog. Dus zou het helemaal door. En de video is maar drie seconden. Dus voor je het weet, is hij weer opnieuw afgespeeld. Juist. En dan kijk je het nog een keer. En dan kijk je het, ja, nog is keer. het nou echt wel? Ja, <laughs> dan gaat het hard. Ja, lauw. Maar hoe, want hoe lang heeft het dan geduurd? Van, zeg maar, vanaf je eerste video uh, over schoenen tot die drie ton. Hoeveel maanden ging daar overheen Denk een half jaar. Weet ja, dus misschien redelijk ja. snel, maar ja. tegelijk misschien ook wel slow. Want je moest wel het vertrouwen hebben van, oké, okay, ik blijf dit doen. Ondanks dat ik. Ja. Je had nou, niet echt een plan ervoor. Nee, en mijn probleem was toen nog dat ik niet genoeg content had. Want ik had maar 30 schoenen gemaakt in een half jaar. Nou, als je het uitrekent, dat is dus twee schoenen per week. Als ik het goed uitreken. Nou goed, ik weet niet. Dat is niet heel veel schoenen. Nee. En ik had dus te weinig content. Dus daarom begon ik dat soort video's te posten. Maar die sloegen heel erg aan. En yes. uh, daardoor heb ik dus eerst een grote follow-up gebouwd Maar ja, vanaf 1 september tot aan later had ik steeds meer schoenen. Kon ik steeds meer mooie content maken, leukere video's. Het hele proces laten zien. Ja. En uh, ja, het ging steeds harder. Het ging steeds harder. Dat Heb je ook uh, gekozen voor... Uh, kijk, wat wij op een gegeven moment hebben gemerkt is... Oké, okay, we maken nu video's. Die kosten ons best wel veel tijd op TikTok. Maar daarmee pakten we wel de meeste following. Zeiden we zeiden op een gegeven moment van... Oké, okay, eigenlijk willen we toch wel gewoon alle content over de podcast zelf laten gaan. Dus daar gaan we nu gewoon alle content voor maken. Nu hebben we ondertussen wel weer dat we ondertiteling doen. Waardoor de video's meer views krijgen. We hebben straks nu ook frontcamera, wat ook wel wat fijner is om uh, naar te kijken. Um, dus dat gaat meer views pakken. Uh, maar heb en jij... zo breid je steeds uit, toch? Aan? Gaan ja, steeds ja, ja, ja Luister, de eerste aflevering, uh, aflevering 11, was in een oud kantoor uh, met een telefoon. Een oude telefoon, nog een iPhone waarmee we het schoten. We hadden geen lichten. Dus als de zon ineens heel fel werd, werd gewoon de set ineens belichter. De mic was kut. De, de mic even uit. tussendoor voor alle mensen die iets willen beginnen. Ik film ook nog steeds al mijn TikToks. Natuurlijk film je TikTok op zich. Maar jullie denken niet, want jullie hebben een podcast die content upload je op TikTok. Maar je kan gewoon filmen met je telefoon uh, begin. gewoon. Jullie zijn ook gewoon begonnen met je telefoon, zeg je net. Ja, man. Iedereen, doet, dat, iedereen doet alsof hij de beste gear moet hebben voordat ze kunnen beginnen. En eerst uh, zoveel euro aan investeringen moeten hebben om überhaupt iets te kunnen starten. Maar dat is gewoon onzin. Nee, als, als ik nu weer zelf video's zou moeten maken, ik doe het ook met alle liefde op mijn telefoon. Waarom? Kijk, ik denk wel voor maar niet vroeger. in Samsung. <laughs> nee, we hebben alleen een iPhone. Alleen maar nou, een met iPhone. de reden is best wel logisch. Want bijvoorbeeld als je een YouTube-video maakt, dan kun je wel met camera. Dat is prima, want dan moet je het ook wel in Premiere Pro ga je het editen. Ja. Maar als je een video maakt op je telefoon, dat is gewoon super chill, want op deze telefoon heb je TikTok waarmee je kan editen. Je hebt ook uh, Capcut waarmee je kan edit editen. Je hebt allemaal andere apps die je makkelijk kan gebruiken. Je bent tien keer zo snel dan als je iets helemaal gaat uploaden op je computer. Klopt, ja man. Plus het is denk ik ook heel belangrijk voor mensen om te beseffen, ja, ik, ik maak nog geen video's, man. Ik ben nu aan het sparen voor een camera en als ik die camera heb, dan ga ik beginnen. Uh. En heb je die camera, dan denk ik ook, oh, ik moet ook premier nog, dat is best wel duur, dus ik moet ja. daar nog voor sparen. Nee man, fuck die shit. Je kan beter gewoon met slechte content beginnen Precies. en gewoon leren. Gewoon posten, en dat is dus iets, ik had het in het begin over Gary Vee. Ja, dat, eigenlijk is hij de enige gast waar ik naar heb geluisterd. Hij zei, post gewoon, want alles wat je post wordt gezien. En de ene keer wordt het meer bekeken, de andere keer wordt het minder bekeken. Maar overstatureer gewoon mensen met content. Mm. En op een gegeven moment gaan ze je zien. En op een gegeven moment word je herkend. En op een gegeven moment weten mensen wie je bent. Of ze je nou leuk vinden of niet. Ja, ja man, je ja. hebt ook het boek Lean Startup. Daar is eigenlijk dat die hele theorie van Gary zo'n beetje op gebaseerd. Namelijk, heel veel mensen beginnen met YouTube. Met het idee dat ze weten wat ze moeten beginnen. Ja, ik ga deze soort video's maken met de camera hoogkwaliteit. Je hebt nog nooit een video gemaakt. Jij weet niet wat Precies. mensen willen zien dus je kan beter gewoon alles maar gewoon throw it at the wall, Precies. see what sticks en dan vind je het vanzelf wel. exact mm -hmm. ja klopt wel man klopt. Ja. hij zegt altijd document over create of document over uh, create content of als ik, ja, als ik het goed je zeg. je kan beter documenteren ja je dus kan makkelijker dan en dat makkelijker, dan dat je makkelijker want dan kun je de hele dag delen. filmen ja dan dat je die hele video gaat editen zoals je denkt dat die perfect is en ja. dan pas posten. Ja. Dat is grappig, want daar is eigenlijk en, onze hele podcast ook mee begonnen hè? Van, wij hadden gewoon vaak gesprekken over ondernemen toen dachten we Laat maar gewoon een keer opnemen. Misschien dat iemand anders het lauw vindt. Ja. Ja. Maar ik ben het dus niet helemaal eens met Gary. Want ik heb ook genoeg mensen gezien. die zijn bijvoorbeeld. Um, die documenteren het wel. Maar die documenteren bijvoorbeeld. Oké, okay, vandaag ga ik dit doen. En morgen ga ik dat doen. En dan gaan we elke dag dan een soort van vlogachtige video's maken. Ja, maar misschien is dat niet interessant genoeg. Het is gewoon niet interessant want... genoeg. Maar je ziet superveel mensen dat inderdaad doen. Maar het pakt gewoon niet. Want ik doe dat exact. Ik maak. voor de mensen thuis. Ik maak 10 TikToks per dag op een ja. Nederlands account. 10 TikToks, 10 unieke TikToks, elke dag. Ik weet, dat wist ik niet man. En op een Engels account, een dus internationale account, maak ik 2 tot drie TikToks per dag. Ja. Maar hoe zorg jij dan dat je dit doet? Want er zijn zoveel coaches, bedrijven, ondernemers die zeggen wij willen aanwezig zijn op TikTok. We weten dat frequent posten ook zeker zorgt voor meer reach. Maar hoe krijgen we dat ooit voor elkaar? Hoe zorg jij dat je tien keer kan posten op een dag? Ja, uh, tijd maken met slapen. Uh, gewoon doen. <laughs> gewoon doen. <laughs> ja, uh, uh, precies wat je zegt. Wat ik net zei, document over create. Ik heb zeker uh, drie van de vier video's die echt uh, creatief zijn, die ik ook goed, goed moet editen. Die me misschien wel een half uur of een uur zelfs per video kosten om te maken en te editen. Maar ik heb van die, die andere 6-7 video's zijn gewoon een opname van mezelf van 20, 30 seconden. Van yo, kijk, ik heb vandaag dit gemaakt. Is vet, of niet? Ja toch? En dan laat ik het zien. En gewoon heb je binnen 1 of twee minuten heb je dat gemaakt? Binnen 1 of twee minuten heb ik dat gemaakt. Ja. Ja. Of ja. ik maak een aanleiding. Want TikTok, tenminste, je denkt, TikTok is hetzelfde als uh, YouTube, of wat dan ook, of Instagram. Van de algoritme push me pas na een paar uur of een paar dagen. Maar als ik nu een TikTok post en ik heb de juiste content en ik heb de juiste call to action in de video, dan kan het nu 200.000 views hebben en morgen nog steeds 200.000 views. Yep. Wat ik bedoel, is dat. Als ik nu een video post met uh, een call to action naar mijn volgende video, dan weten mensen al, oh, over een uurtje komt er nog een video. Of, uh, oh, laten we even hier even kijken, want uh, wacht even, want misschien is die andere video er al. Ja. En zo bouw ik steeds voort, elke dag opnieuw video's. Ja, slim. Wat jij zegt uh, is ook wel, dat is voor mensen belangrijk ook om te weten. Wij doen veel met YouTube. Bijvoorbeeld ook als je denkt dat je TikToks kan pakken en op Shorts kan gooien op YouTube en dat dan gaat werken. Shorts is heel anders dan YouTube. Ja... Ja, deels. Het algoritme is een wereld aan verschil. Dat, dat is Want op waar. Shorts, ja. shorts. Het algoritme is wel een short. Duurt het gemiddeld 24 uur voordat hij zijn plekje gevonden heeft en dat hij views gaat pakken. Ja, ja, Wat je zegt, een TikTok. Wij hadden op een gegeven moment toen we echt veel TikToks maakten. konden we letterlijk na een kwartier zeggen: oké, okay, deze gaat 100.000 views pakken ja, of niet. Ja. Puur op basis van: oké, okay, hij pakt zoveel likes, zoveel views. kijk refresh hem, hoe snel komen er nu views bij. Oké, okay, hij is nieuw publiek aan het zoeken. Dan gaat hij gewoon hard of niet. Dat zie je gelijk. Dat weet dat je dat zie je gewoon gelijk. Ja, ja. Moet ja, wel zeggen: ik weet niet of dat echt zo is. Ja. Maar ik heb het idee dat wanneer een video nu binnen één uur meer dan 10.000 heeft, dan is de kans groter dat hij naar de 100.000 gaat en naar een miljoen. Maar als een video binnen één uur minder dan 10.000 heeft, dan komt hij nooit boven de 50.000 views in totaal. Ja, ja we hadden het ook een beetje hetzelfde. Dat, uh, dat moest het gewoon als je kijkt naar, uh, naar hoe vaak meer. het was gedeeld, de aantal likes en reacties, ja. die je, zeg maar, bij elkaar optellen, dan moest je dan kijken: van oké, okay, gedeeld door de aantal views, en was dan was het dan. Als het zeg maar op 1 vijfde deel kwam, dan betekent dat heel veel mensen, 1 op de vijf mensen het like of zo. Ja. Dan zou het nog heel erg gepusht worden. Als het zeg maar 1 op de twaalf is, dan wist je oké, okay, deze pakt 5000 views. Ja. En dan is het gewoon afgelopen. Ja, het afgelopen ja. Ja. Maar heb jij niet ook wel gemerkt in de tijd dat je begon met TikTok tot nu? Waarin er echt fucking veel veranderd is op TikTok. Want er waren geen ads. Uh, het was niet, er was niet er eens een Nederlandse TikTok hoofd headquarters of niks. Dat is allemaal in de afgelopen twee jaar gebouwd. Klopt. Merk je niet ook dat wel de organische reach, nu al? Dat neemt af. En oh, daarom, ik me, het daarom probeer ik elke keer vernieuwende andere content te hebben. Want ja. precies wat je zegt, het algoritme verandert. En uh, ik weet niet waarom en ik weet niet hoe, want niemand weet hoe het precies werkt. Het enige wat je kan doen is komen met nieuwe content. Wat jij denkt dat goed is, wat jij denkt dat goed is voor jouw following, voor jouw engaging following. Maar ja, je kan wel proberen nieuwe content te maken, maar je moet <laughs> eerst kijken naar de mensen die je sowieso volgen. En daar iets interessants voor te maken. Want dat zijn de eerste 10, 20, 30.000 mensen die het echt gaan kijken. Ja, man. 900.000. <laughs> het ligt eraan. Het ligt eraan. eraan. 900.000. Ja, insane. Ja, Ik ja, moet wel zeggen, 900.000 volgers betekent niet dat je standaard op iedere video 900.000 views hebt natuurlijk. Was dat nee. maar zo. Nee. Was dat maar zo'n feest. Uh, dat betekent wel dat je elke maand 9 ton verdient, toch? Ja. Elke volger ja, ja, ja. ja. een euro. Voor iedere regel. view op TikTok is het 10 euro volgens mij. Ja? Oké. Okay, nee, dus nee, jij bent ja, ja. miljardair ja. al. Ja. ja. Nee, nice. Makkelijk, ja. man. Nice, nice. Nee TikTok vind je helaas niks aan als je in Nederland woont. Nee. nee. En in buitenland. Dus is je niet ook bij TikTok Creators? Bij de Creator Fund, nee, ja. dat kan helaas niet. Dan moet je als je in Frankrijk, Duitsland, Engeland, ja. zelfs België hadden gezeten, dan kan je. België wel, ja? ja. Waarom Nederland niet dan, weet je dat? Weet niet. Ik heb geen idee. Fucking raar. Hoe kan ja, België wel. Nou? België zijn smurven. Wat? Ja. Ik Belgiën. ben overigens uh, wekelijks contact, in contact met een ander. Department van TikTok, want ik krijg je dan hashtags toegestuurd die ik kan gebruiken zodat je op de search page gepusht wordt. Ja. search is dat? Dat is dat uh, dat zoeken. De, ja, dat zoeken. De search. <laughs> ja, nee, maar dus, dus de standaard <laughs> for dingen. For you page. Ja, ja, voor je ja, you page. Ja, page. Search. Ja, onderaan, onderaan TikTok heb je links al uh, home, denk ik. Ja, yeah. en dan heb je daar zoeken. Ja, zoeken. zoeken. En als je op zoek klikt, dan zie je ook gelijk zo'n pagina met uh, de trending hashtags. En daar kan je dan tussen komen. Ja, ja. en dat zijn okay. de, echt de meest random hashtags. En volgens de, mij benaderen zij mensen als ze boven de 100.000 volgers hebben van... Oh, hey, wow, jij hebt echt een leuk account. Kan jij niet een keertje... Oh, dat moeten wij ook hebben. Je moet wel oppassen met die mensen, jongen. Die gasten zijn vervelend. Bij Facebook bijvoorbeeld doen ze dat ook. Facebook zijn het vermoeiend, jongen. Die blijven hier bellen en bellen en bellen. Echt tot het vervelend aan toe. Dat geloof ik. Maar dit zijn gewoon. Dit volgens zijn mij. Wel... Dit zijn. Ja, dit zijn. Uh, dit is een zussenbedrijf van TikTok. Dan. Die dan. Of een agency die is aangesloten bij TikTok. Die dan regelt. Dat, 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 er, omhoog, dat creators man. dit doen. En dit is, en wel dit dit is loud, alleen man. voor Nederlanders. Ja. Ik oh, weet bijvoorbeeld. Sick. Ja. Ik weet bijvoorbeeld dat andere bekende Nederlandse TikTokkers. Ik noem nu even iemand. Een gast, Duncan Trump. Die. Hij krijgt heel veel views. Omdat hij mini-vlogs maakt. En hij staat altijd. Uh, ...bij die trending hashtags. Ja, ziek. Ja, man. Ja, en, ja, en dat, dat is, is gewoon... ...ik bedoel, dat is net als uh, trending op YouTube of zo. Als je ja. daar gewoon staat... ...dan gaat het gewoon fucking in zijn. Dan ga je gewoon door het dak. Maar jij weet dus welke hashtags... ...je moet gaan gebruiken... ...om ook een beetje... Ja, ja dat is, uh, een kleine secret. Ik weet van een week van tevoren... ...welke hashtags er volgende week komen. Ah. die op die pagina staan. Ah. Zeg maar welke populair worden. We? Ja, welke populair. Welke zij. Hoe op, weten ze dat op van die tevoren? Nou, Zien zij, zij pushen die gewoon. Zij pushen die op die pagina alleen. Nice. Ja. Het is, is zeg maar eigenlijk curated content. Het is curated content, want Juist. ze hebben dus één pagina met trending hashtags. Een week van tevoren pakken zij vijf hashtags. Oké, okay, die gaan we die week op die pagina pushen en waarschijnlijk ook ergens anders. Ja. En dan kan je daar op die hashtag kan je uh, content. Dat, wow. Dan snap ik op zich wel waarom er zoveel trainingvideo's zijn. Elke week weer of elke twee of drie dagen. In uh, advance trouwens. In want advance, want ze zien gewoon undervalued content en die gaan ze dus extra pushen. Precies. Maar ze doen dat gewoon met tien verschillende hashtags. Ja. Waardoor elke week dus. Dat is fucking slim. Dus problemen. jij hebt dat eigenlijk een geheime hack voor TikTok die niemand anders heeft. Behalve dan andere ja, creators. Ja, andere creators. Denk, denk veel Nederlandse creators vooral. Denk veel Nederlandse creators tussen de 50 en uh, 200.000 euro's die hebben dat. Ja, daar zitten we gewoon ja. nog net niet aan. We moeten nog 44. Ja, dan kom je zo aan. Maak ja. een paar, paar goede video's en dan uh... ja. ja, we merken wel dat we nu we echt het podcast content maken, dat die la de abonneerratio drastisch lager is. Omdat we natuurlijk in principe, hoewel het nu wel weer anders kan zijn, nu we meer zo content maken. Maar in principe educatieve content is toch net wat lastiger Klopt. om mensen aan te slepen. Niemand wil leren. Nee, over het algemeen houden we niet zo Iedereen op. wil alleen maar alles nu gaan ontvangen. En alle, en alle educatieve video's die we hadden net over, een Andrew Tate of dat soort dingen, zijn eigenlijk altijd toch best wel vanuit sensatie of dat soort dingen ingestoken, om alsnog veel ja, mensen nou, te kunnen pakken. Wat parken. je dan krijgt is dat je, je hebt toch ook die Mace uh, op TikTok? Ken je, uh, mees Wijnands. Ja. ja, zeker. Wat hij dus vaak doet is wel, ja, het zijn wel van die leuke feiten om gewoon te weten, bijvoorbeeld dat je op Schiphol op je geld terug kan krijgen of zo. Uh, kijk, voor iedereen is dat interessant. Dus daarom gaan mensen ook kijken. En het is ook wel een stukje educatief. Maar wat hij dan doet, is dan dat rollenspel. En dat komt van een gast uh, die, uh, die, uh, die al die psychologische trucjes deed. Uh, getinte de getinte guy. Die getinte guy. Ja, ik weet welke ik is. Er zijn er twee is. van. Um, maar die deed dus altijd in een verhaalvorm, weet je wel, dat die het aan iemand uitlegt die dan eh, niks van begrijpt en zo, maar dat wordt nu helemaal uitgemolken echt door honderden creators hoop, ja. in Amerika klopt. en in Nederland. Hey, hoe weet jij dit? Volg me eens maar, nou, ja, een het <laughs> ja, ja, ja. Maar ja, precies wat je net ook zei. Het werkt wel, het werkt wel, en hij heeft het ergens ja. anders gezien en dan doet het weer net iets anders. Ja. En hij doet het in Nederland, want in Nederland was niemand die dat deed. Ja, ja. perfect. En wij hebben nou, dat we hebben dat op een gegeven moment geskipt. We hadden het hier net nog over. Dat dat is echt bizar. Er zijn zoveel dingen die je gewoon in het buitenland kunt zien die je in Nederland kunt starten, die, uh, Nederland kunt starten. En dan misschien je zelfs op dit. exact dezelfde manier, maar ja. je met moet die, het wel doen. Ja, Calum. met die Nederlandse Mr. Beast guy wat je zegt, ja. Nelk Boys. Ik Nelk. denk dat een nelkachtige achtige groep in Nederland ook nog insane zou kunnen gaan. Als er gasten zijn die ambitie hebben om Nelk Boys na te doen, ik sign hmm. up. Ik vind het wel lachen. <laughs> gewoon. Ik doe ook wel mee, man. Ja? Gewoon helemaal live gaan op internet? Wie wordt dan de Steve will do it? Ja, precies. <laughs> dat is de fucking vraag. Ik zeg eerlijk, jij bent wel de meest buffer guy hier, man, dus. Oh, ja, dat <laughs> ik, ik, ga niet, uh, ik ga drie keer per week naar de gym, man. Ja, moet je naar kan gym. Niet, je kan moet niet, naar de gym, maar ik, ik kan ook gewoon smoken. Je kan ook gewoon, ja. We je kan niet een uh, uh, fles patron, nee, atten. Of. Zo, nee. Helaas, zo. <laughs> <Moet het niet laughs> dat was denken. eerst zijn ding, dat toch? Dan? Dat hij heel veel alcohol ja, ging Ja, yeah, hij was Steve Will Do It. Tequila, Fucking random shit. Ja, gewoon flessen tequila. Gewoon atten. Echt liters. Daarom heette hij Steve Will Do It. Omdat je hem kon uitdagen en dan deed hij het sowieso. Dat was zijn hele stik. Zeg je eerlijk, ik wil dat wel uh, proberen, maar ik denk dat echt. echt nou, hij heeft Is ook van de video's dat kan. hij volgens mij echt een dozijn, of oh, nou niet eens een dozijn, echt 50 eieren. Met ook alcohol. <laughs> en allemaal andere troep erdoorheen, gewoon at. Ja. Echt, echt, echt ja. random shit. Gewoon fucking random. Gewoon, ja, ja. Uh, maar ja, ja. Uh, zoals je weet, mensen, random shit krijgt virus. Ja, man, zeker. Random shit. En helemaal ja, als ja. random shit daarna structuur krijgt, ja. en kennis en budget ja dan gaat het gewoon fucking lep. Dat zie je nu bij de Nelk Boys. als je kijkt naar hoe goed over die content nagedacht wordt. dat dus helemaal met elkaar gestoken, fucking insane. Ja, man. Maar, maar dat waarom? Maar waarom nu we... steeds meer, hè, op YouTube sowieso. Ja. storytelling. Ik moet wel zeggen, de, de hele YouTube, nou, de grotere YouTube community en de grotere namen, die hebben, de, die hebben gewoon het level zo hoog gebracht dat iedereen wel moet tippen aan dat, die kwaliteit van content. Behalve, je, kan, je kan niet meer een, op je telefoon een vlog maken. Het kan wel, maar het gaat echt niet zoveel bekeken worden op YouTube meer. Nee. Nee. Behalve in Nederland. Behalve, Behalve in Nederland. Nederland heb je weer heel veel. Bijvoorbeeld ondernemend Nederland heeft YouTube nog niet ontdekt. Nee. Toen als je kijkt naar Amerika, Stephen Graham, Behaza. Ik weet niet of je al die gasten nee, kent, heel veel van die ja, ja. Iman ja. Gatsi. die gasten pakken tonnen. Omdat ze op een gegeven moment ingezien hebben, als ik longform content maak, bouw ik een relatie met mensen op. Als ik dan, net zoals jij. Eerst een following opbouw en een product aanbiedt. Net als Meeswijnands, trouwens. Wees mijn ja. hand. Meeswijnands. <laughs> mees, wees mijn Wees mijn hand. <laughs> uh, ja, maar dat is gewoon iets. Heel weinig mensen zien dat nu. En TikTok zien mensen het nu wel. Dat vind ik, vind ik ook heel gek. Dat TikTok begrijpt ineens iedereen. Dus iedereen wil nu TikTok beginnen. En TikTok-coaches schieten echt de grond als kool. Nou, het, het is makkelijker. Je krijgt meer... Het is heel videos. toegankelijk. Heel ja. toegankelijk ja. inderdaad. En je krijgt die hele snelle feedback loop. Wat ik zeg. Eerste 4, 5 video's. Gaat er sowieso één viraal God. En iedereen is gevoeld. Mijn pa had laatst een LinkedIn-post die viraal ging. Fucking random. Maar zelfs mijn pa, ik besef, zeg maar, ik was met hem, weet ik van een vloer aan het leggen. Of zo. En ik merkte elk uur, ging hij even kijken op zijn nee, telefoon. Nice. Zeg, je bent een soort van addicted eraan. En zegt ja, ik vind het gewoon verbazingwekkend. Iets in mij wil gewoon de hele tijd zien. Heb ik meer uh, lezers gehad? Ja, zo, zo weet het. Grappig is dat. Man. Zeg maar iedereen wordt gewoon een soort van raar daardoor gepakt. Op maar een, het verschil is wel, bijvoorbeeld met, uh, met YouTube heb je geen grote audience nodig om. Um, nee. Om ze echt te converteren naar een klant toe. Het is Terwijl... denk ik het grote verschil tussen breedte en diepte. TikTok pak je tonnen mensen. En eigenlijk is het percentage dat echt iets koopt of doet ja, best wel klein. ...omdat klein. je gewoon zoveel mensen pakt. Prima. En bij YouTube heb je juist heel erg die diepte. 100 man kan je video kijken. Maar er kunnen er zomaar 20 zijn die gewoon echt je shit gaan kopen. Exact. En fan worden. Hoe uh, weet je een beetje jouw percentages van video's als je ze boost? Hoeveel mensen erop klikken en zo? Uh, dat kan ik wel, dat kan, dat kan ik zien. Oh ja, uh, bijvoorbeeld, ik ben gisteren opengegaan. Of ja, gisteren is mijn webshop opgegaan. Ja. En uh, ik, voor de mensen die niet weten, ik heb een webshop natuurlijk. En omdat er zoveel vragen is, omdat ik ja, dus relatief gezien heel veel volgers heb, ben ik eigenlijk altijd dicht met de webshop. Ja. Want uh, dan neem ik gewoon op één moment uh, van het jaar of van de maand, nou, is van het jaar niet, maar dan neem ik op één moment veel bestellingen aan. En dan moet de webshop weer dicht. Dan maak, ik al die uh, dan maak ik al die bestellingen en dan kan de website weer open. Ja. Alleen uh, ja, dan heb ik natuurlijk een, een een week of twee van tevoren waarvan ik zeg van oké okay, op die datum, op die dag gaat de website open. Ja. Ja, ja, dan wil het wel. Dan wil het wel. En ja. uh, er was een miljoen of views per dag. Ja. En hoeveel mensen heb je dan tegelijk op de website zitten ongeveer? Het uh, meeste wat ik nu heb is uh, is iets meer dan 100.000 op één dag. Ja. ja. Oh ja, dat is fucking in zijn. Ja. Dat is echt fucking insane. Maar ja, ik kan maar een bepaald, een bepaald aantal bestellingen aannemen. Juist, yes, uh, want halen. hoeveel neem je ongeveer aan per maand dan aan bestellingen? Max 50. Ja, precies. Ja. Dus als jouw conversiepercentage een half procent is, wat dat denk hij, ik niet zou zijn. Nee, hij is 0,1. 0,1? Ja, maar dat is omdat, je, omdat het niet kan. Nee, dat kan niet. Dus jij hebt gewoon beperkt. Ja, en nee, zeker nee, maar meer van, stel je voor dat het kon... Zeg maar Een half procent conversie is best wel laag al. Ja, Stel je voor dat jij die schaal aan zou kunnen, zou je toch tering van sneakers verkopen? Dan zou ik ja, dan zou ik duizenden sneakers per dag verkopen. <laughs> Juist. Wow. Ja. Dus eigenlijk moet je, wel, moet je wel naar die design uh, schoenen toe gaan en zo. Ook dat... Is dat gewoon, ook de, de reden dat erbij. je over nadenkt? Dat je denkt, van ja oké, okay, er, er is zoveel potentie. Er, Bro, je is, je extreem, zo veel er is extreem ja. veel potentie. Maar ik doe dit niet voor het geld, want ik weet dat ik met customize niet rijk ga worden. Nee. Nee. Maar wil je, om, je rijk worden? Ik wil uiteindelijk rijk worden, Boerrijk. zeker weten. Hoe rijk? Uh, rijk, zodat ik niet hoef na te denken of ik een broodje kan halen of niet. Of dat ik deze kleding kan kopen of niet. Of dat ik uit eten kan vanavond of niet. Maar ben je niet al zo rijk nu? Ja, wat is rijk? Wat is rijk? Toch? Rijk is je, jij rijk. kan broodjes kopen. Ik kan broodjes kopen. Dat ja, is waarschijnlijk ook wel een proef. Maar, ik denk, maar wel, ik denk wel twee keer na of ik een broek van 300 euro of 200 euro kan Ja, oké. Okay. Ja. Okay. Daar, daar wil ik niet meer over nadenken. Ah, ja. Geen exact bedrag oh. in je hoofd? Nee, niet een exact bedrag. Okay. Nee. Okay. Okay. Een broek van 90 euro? je over na te denken hoef niet over na te denken nee. en 150 <laughs> <Shit>, nieuwe <man. laughs> iPhone nieuwe iPhone ja daar denk je wel over na toch ja sowieso nee, ja, man ja, ik wel ja ik stel ik het gewoon uit die van mij moet helemaal uit elkaar vallen voordat ik een nieuwe telefoon haal mijn bovenkant van mijn beeldscherm doet het nu de helft van de week niet maar ik ga geen nieuwe halen maar is dat is, is voor telefoon, dan is voor jouw telefoon die prioriteit maar voor andere mensen is het, voor mij zo'n telefoon ja, als mijn kans. telefoon invalt, dan haal ik morgen een nieuwe. Of ja. nou, 10.000 euro kost of niet. Ja, oké, okay, true. Ja, ja, als het moet, inderdaad. Ja. Dat, als de microfoons kapot gaan, dan, dan haal ik oh, een ja, precies. nieuwe. Heb je een 12 Pro of 13 Pro? Volgens mij is dit nog 12. Ja, ja. ja. Doe die prima. vind ik wat dikker eruit zit, Ik heb gewoon normaal. Ja, die ja, ze, ja ze zijn ze vooral heel groot. Dikker eruit, man. Als je met één hand op zit, dan kan je er zeg maar net niet overal bij. Nee, die camera van 13 is ook echt fucking goed. Ik weet zo niet zo hoe 12 is, is ja, maar 13 is echt. Die heeft ook zo'n. Een cinematic mode. Juist, cinematic ja, dat is fucking yes. leuk. Maar dat is ook... Wij hebben dan nu camera's gekocht die hebben full frame lenzen. Nou ja, dat is, daar betaal je ook wel aardig wat voor, zeg maar. Maar um, eigenlijk heel veel camera's, een budget hieronder, dus een camera van zeg duizend euro, ongeveer evenveel als een iPhone, filmt ook ongeveer even goed als een iPhone. Dat is echt belachelijk. Dat is fucking bizar, want het zit er gewoon in die iPhones. Het werkt allemaal net iets anders dan een camera, want de lenzen zijn meer op basis van AI en dingen gebouwd dan echt de daadwerkelijke lens. Maar um, dan de kwaliteit wel, en dingen zijn gewoon bijna even hoog. Dan hebben we het wel echt over uh, ook filmcamera's, man. Dat is wel goed om het on ja, onderscheiding te maken. Foto ook tegenwoordig. Foto's, die hebben wel een grotere sensor. Daar hebben we het toen ook nog over gehad. Ja, je die zijn wel. Op. Die zijn qua die kwaliteit wel wat beter voor een goedkopere prijs. Maar niemand die. Het maar de ziet. filmcamera's zijn echt... Je uh, hoeft geen filmcamera van 1000 euro te, te kopen. Dat heeft gewoon geen zin. Dat nee, maar een, een fotocamera beter. ook niet voor de gemiddelde mensen. Nou, dus vertel mee, want ik heb nul verstand van camera's. Ja, nou, je hebt dus een soort van uh, sensor erin zitten. Als je sensor groter is, is dat gewoon chillen voor je camera... omdat het betere kwaliteit is. Je verwerkingskracht, het is zeg maar je computerkracht. Net zoals een computer, die heeft een, 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 een processor. processor ja. En hoe beter je processor, hoe sneller jij dingen kan verwerken... maar ook hoe hogere kwaliteit, wordt video's of zo, je kan verwerken. Precies, en nou is het zo dus dat bijvoorbeeld eentje in... Uh, uh, in een iPhone is bijvoorbeeld uh, zo groot, noem maar nou. wat. En in een filmcamera... Het is gewoon dezelfde grootte. Dat dus betekent dat het kwaliteit ongeveer hetzelfde is. Ja. Echt heel en het, simpel. Het lijpen is dat het je. niet eens per se qua formaat even groot als in een camera, maar doordat de AI en de techniek allerlei dingen tweakt en verbetert aan die beelden. Vraag me niet hoe. Ja, ja. ja. Presteert die al, op een, een hoog met niveau. Die, dat zie je al met op die telefoons tenminste, met die portretmodus. Ja, ja, ja. Precies. Dat zie je heel erg goed. Ja. Mensen vragen nog steeds: hoe neem je foto's aan mij dan? Hè? Uh, Portret. Alles, alles wordt ja. met die telefoon ja. gemaakt. En dat is daar een ja. prachtig voorbeeld. Kijk, je hebt in deze camera's, je hebt zeg maar aperture. Dat is de mate waarin hoeverre uh, de camera open staat en hoeveel licht er binnenkomt. Maar aperture is wat ervoor zorgt dat je focus hebt. Dus een hele lage aperture is het volgens mij. Dan is het de depth of field, is ongeveer zo diep. Ja, maar wat er in focus is, is super scherp je kan de depth of field ook groter zetten en dan, dan is dus meer, meer in focus ja. maar minder scherp uh, en wat je dus dan vaak ziet als ik met dit ding ga filmen naar deze camera is dit helemaal scherp en de achtergrond wazig dat zie je vaak ook als mensen zichzelf filmen weet je wel in een ja. vlog jij bent scherp maar dat komt door de lens een iPhone heeft dat hele effect niet want die lens is veel te dun ja, om die dat die te kunnen doen wat zij gewoon doen is ze zetten jou in focus detecteren dat jij het bent en maken de achtergrond blurry Precies. ziet er bijna hetzelfde uit maar hij heeft eigen fuck te maken met wat er in de camera exact. Geniaal. Ja, ja, ja. Geniaal. Ja, is. Geniaal. Zeg wel, achter Ja, het is fucking ziek. Ja, is echt ja. ziek. Alleen uh, het nadeel was altijd wel van bijvoorbeeld fotocamera's. En vergeleken met bijvoorbeeld een telefoon. Is als je het dan op een gegeven moment gaat inzoomen. Daar ja, kan de je echt, echt gewoon slecht. Want dan. zeg maar, het is inderdaad. Je maakt het heel erg mooi. Zeg maar, net zo'n vrouw wat je heel erg mooi, maar als iemand de make-up af doet, dan denk je, hey, wat gebeurt hier nou? Dan heb je wel de verkeerde. Dan heb je wel de verkeerde. Dan gaat er wel iets fout. Dan weet dan je, dan pas avond, dan je, je dan meestal dan pas, pas de volgende dag, toch? Ja. ja. <laughs> hey, ik heb al 6,5 jaar vriendin, jongens. Dus ik uh, kan niet meedoen aan dit, <lacht> dit <lacht> ik zal wel zal Oh, Maar voor de podcast ben je nog mee. Naar <laughs> <laughs> ah, mijn vriendin kijk de podcast nog niet, <laughs> <ochtend>, joh. <laughs> <laughs> Oké, okay, maar Fabio, dan heb ik ook gelijk de volgende vraag. Want je doet geen YouTube, of wel? Nee, ik heb nee. wel uh, volgens mij drie, wat je net zei, drie shorts geüpload. En dat nee. zijn één op één TikToks. Ja. Maar oh, die nee. hebben niet meer dan 4000 views volgens mij. Nee, precies. En oh, waarom uh, de keuze om bijvoorbeeld niet uh, YouTube erbij te gaan doen? Bijvoorbeeld meer longform content? Eerlijk gezegd, omdat ik er echt niet de tijd voor heb. En ik ja. wil het al een langere tijd. Want ik weet dat YouTube voor longterm veel, ja, veel meer van belang zou zijn voor mij dan TikTok of Instagram. Want Instagram gaat dood, dat weet ik. TikTok zal doodgaan. En ik denk sneller dan iedereen denkt. Nu kan het nog een jaar misschien of twee jaar. Maar daarna komt er iets nieuws. En dat, dan is dat weer popping en dan is TikTok weer dood. Maar YouTube bestaat al 20 jaar, of weet ik veel hoe lang. 15, 15. 15 jaar. Ja. En dat zal de komende tijd nog zeker wel bestaan en groter worden, denk ik. Want niemand kijkt meer tv. Iedereen wil nog steeds iets kijken wat langer is dan 10 minuten, een kwartiertje. Ja. Netflix heeft ook iedereen uitgespeeld. En YouTube is relatable. Je kan mensen kijken, je kan... Uh, ja, het is gewoon relatable. En de storytelling wordt en dus en ook steeds beter. Dus het lijkt steeds meer op een film. Precies. En dat is interessant. Ja, de kwaliteit ja, wordt steeds, steeds beter, dit. ja. Dus ja, dat is wel... Uh, ik kijk meer YouTube zo. dan Netflix of Prime ik ik of dat soort ik, dingen. Ik, ik kijk ja. nooit... Ik kijk, ja. kijk niet eens heb ja. ik gezegd. Nee. nee. Ja. Ik kijk alleen maar YouTube. Ja, Ik man. heb uh, YouTube Premium. Gewoon echt ook gehaald, man. Gewoon even voor... Uh, is relatief gezien als goedkoop. Is 5,99, toch? Sorry, huh? Ik heb het niet. Is het is relatief goedkoop, is 5,99, toch? Of niet? Nee. 11 ,99. 11 ,99. Oh, ja, het is 11,99. 11,99. Nog steeds heel goedkoop. goedkoop gemaakt, want Netflix ja. is nou, duurder. <coughs> ja, klopt. Netflix is weer, weer duurder geworden. Ik heb geen Netflix en ik heb ook geen uh, Prime of andere dingen. Ik heb nee. alles. HBO, Prime, Netflix. Maar heb jij video? Pakket, zeker. Ja. Heb jij Hulu? Nee. Hoe <laughs> geen hulu. hulu. Hulu is groot. Hulu, hulu, is, ja, hulu is echt groot. Dat is Amerikaans. Ja, het hulu is uh, ook on een, demand. Ja, ook weer dingen waar je, die je niet op hulu. andere set kan zien. Ja, een VOD-platform. Ja, VOD. ja. Een video on demand. Leuk man, leuk ja. man. Wat, uh, wat zijn die goede films dan daarop? Ik heb geen idee, want ik kijk er niet. Maar ik wist ja. gewoon dat Hulu bestaat. Ja, ja, voor ja. mensen uh, die een kleine hack willen hebben, als je dan geen Netflix hebt, want je bent echt eens een keer. Um, nou, doe wat aan je leven, want dat is niet goed. Maar het tweede is het ook zo dat je bijvoorbeeld naar een site kan gaan, hoerawatch.it. Heb ik die nou van jou? Hoerawatch? Hoerawatch, <laughs> ja. Wel goed spellen, maar U, niet met OE, uh, want dan kom je een andere website. Ja, precies. En dan um, ja, daar, krijg je wel een beetje vaag van die ad-blok-achtige uh, uh, shit. Nou dan dat je zeg je maar weer, zes keer moet... moet klikken en een ander tabblad wordt geopend en ja, die juist, dan juist. moet wegklikken Ja, ja. dat je ja, dan wel een keer doen maar, maar dan, dan kan je wel alle films kijken die je ja. in je hele leven hebt willen kijken maar nooit op Netflix stonden omdat Netflix gewoon gaar is Met... ook, ook geleerd van TikTok trouwens ook weer op TikTok een video gezien dat iemand dat zei net is een beetje zoals popcorn time juist of uh, Bay vroeger ja. weet maar Pirate Bay kon je door je torrents downloaden ja dat is ja. het is geen torrents website Het zijn echt gewoon je kan dan nog steeds torrents downloaden klopt ik kan Plot. Harry Potter kijken. Alleen je krijgt nu heel goed te zien, er staat er bovenin vermeld: dit is je IP. Je zit op deze locatie. Een soort van: als je gaat downloaden, denk ik wel goed. Nou, <twoordelijk> is het is dat wel. iedereen <twoordelijk> nu weet waar je bent. Dus als je het doet, doe een VPN-blokker aan. <twoordelijk> Met uh, Pirate Bay. Ja, man. Was je nooit bang als je vroeger ging downloaden op Pirate Bay dat je gepakt ging worden door de politie? Nee, nee man. <twoordelijk <twoordelijk> weet we, ik weet wel, dat is een leuk feitje misschien. Misschien weten jullie dat ik wel. De Pirate Bay is, we zetten trouwens in Utrecht, daar op de gracht begonnen. Ja? ja? Ja, echt waar. Ja. Maar het is zijn toch een, een uh, Scandinavisch ja. bedrijf? Ja, ik dacht dat het Zweeds of zo was, man. Volgens mij zijn het Nederlanders. En volgens mij zijn ze in een pandje aan de gracht begonnen. Aan een single bij... Ik weet het niet, maar aan de gracht. Ah. Oké, okay. want okay. ik weet dat er wel echt tering veel Scandinavische gasten zijn opgepakt. Recent en berecht zijn, vanuit Pirate Bay. Ja, want uh, een van de eigenaren van Spotify die was ook nog uh, uitgenodigd om met Pirate Bay en zo mee te doen. Die zei van, ja, dan ga ik skippen, want ja, Pirate B uh, Heeft geen toekomst. Heeft geen toekomst, volgens mij wordt dat gewoon echt... Op een gegeven moment gaat het opgedoekt worden. Nu ja, ja. pakken jullie wel veel geld, maar dat gaat sowieso mis. Ja, pakte zij veel geld, Pirate ik Kon alleen doneren, toch? Ik weet niet inderdaad, wat was het verdienmodel? Want je kon tonen downloaden en dat is in principe ja. gratis, dus... Ja, het Krijg was wel wie? gewoon goed voor betaald. Wie? Ja. Hoe dan? Ja, ja, ik heb het boek niet helemaal uitgewezen. <laughs> Gewoon halverwege. Het was, het was echt te saai. Maar, uh... dat, kwam, dat heb ik dus met soms met luisterboeken, uh, die van Spotify ook. Er werden op een gegeven moment zoveel Scandinavische namen genoemd. Echt acht in één minuut of zo. En dan denk je, ja, bro, uh, wat ik moet film... ik hiermee? Ik, ja, heb de enig, als, ik, <laughs> als ik kijk, als ze uit Nederland komen, dan onthoud je het wel. Maar ja, ja. Noorwegen, Zweden, Zwitserland. Uh, oh ja, Amerika doet er ook nog mee. Dan heb je verschillende platformen. Oké, okay, ja, op een gegeven moment. Ja. Prima, bro. Uh, een Ergens, was een leiders. Je, je kan niet alles weten. Er is weten. iets gebeurd en nu toen ging het fout en nu uh, kun je beter niet uh, meedoen met ja. Hé, <laughs> hey, Wou je eigenlijk altijd al ondernemen en rijk worden en uh, dat soort dingen? Jawel. Ik wist dat het tenminste ik wist het nooit, maar ik dacht altijd dat school niet voor mij was. Of tenminste, ja, of je dat zo mag zeggen of je dat zo kan zeggen, dat weet ik niet. Ik wist in ieder geval dat ik niet echt gemotiveerd was om iets te leren of iets te doen. Waarvan ik uiteindelijk zou denken, nou, moet ik dit nou voor de rest van mijn leven gaan doen? Ik wist, al... je, wist je dat het zeg maar na drie keer of na vijf keer toen je was Ja, opleid, ik denk al na één keer, maar... Ja. Ik, <laughs> is het wel goed uitgetest. <laughs> ja, ja, Ik ja. even, even, even echt, echt, echt goed getest voordat ik de stap ja, zou nemen. Van, ik ik verstandig eigenlijk. Toch? Ja, ja. Ze, Ze zeggen gewoon best op je pad. Het is wel gewoon van, je bent wat gaan dat doen na het is school en dat is gelijk goed gegaan. En het zat, uh, ja, zoals ik het begon, van mijn gevoel, zat het... Ja, van nature in me. Want ik heb als kind altijd getekend en geschilderd. Dus zo is het eigenlijk ontstaan. Ja, doop man. Maar het is wel grappig om te zien. Kijk, vaak hebben creators echt geen business sense. Dat is gewoon 9 van de 10 keer hebben creators weinig business sense. Dat is best wel algemeen bekend. Maar jij lijkt het wel best wel te hebben. Ja, het is allemaal aangeleerd, denk ik. Over de tijd, door de tijd heen. En hoe? Social media. TikTok, alleen maar. TikTok door de tijd enert Tate. nee veel ja, pak je uh, pimp. ja veel van dat soort mensen ja, ja. Uh, okay. en dan pak je van iedereen waarvan je denkt van oh dit is wel iets wat waar zou kunnen zijn want je moet niet vergeten alles wat je ziet dat mensen dat denk ik is alleen maar gefilmd om het ja, om, aandacht ja, te om ja voor aandacht en sensatie ja het is echt zo en, ja, en 9 van de 10 keer is, de waard, ligt de waarheid in het midden dus pak gewoon kleine dingen waarvan je denkt van oh dat zou wel eens kunnen werken dat zou goed kunnen werken combineer dat gewoon en ja en waar leer jij dan het meest? Welk platform? TikTok of uh, nee YouTube. Alleen maar YouTube. Wel, ja, alleen maar ja. YouTube. En waar ik heel veel van leer is, ik heb drie uh, mensen die ik volg op YouTube, echt actief. Iedere vlog kijk ik en zij zijn uh, eigenlijk van nature zijn het fitness influencers, maar die zijn dus nu overgestapt naar ondernemen natuurlijk. Nice. Ik voel uh, er al een paar aankomen. Dit heb ik ook allemaal gecheckt. Uh, yeah. Zeg het eens. Christian Guzman. Ja. Yeah. Max Tuning. Ja. Yeah. Buff Bunny. Zij zijn meisjes. allemaal dezelfde gang ja, eigenlijk. Dezelfde gang, Charlie, ja. voor Inaka Power. Ja. En dat hele die hele groep eigenlijk, die zij inspireren me enorm in hoe ze alles aanpakken met de socials. Het hele team wat ze hebben, de bedrijven überhaupt, wat, wat ze doen, vind ik echt super interessant. Ja, man. Ja. En zij maken YouTube-content die echt, nou, voor mij heel valuable is en interessant, want ze zeggen hoe ze dingen aanpakken, ze breken bijvoorbeeld. Ze een breakdown van alle kosten die ze hebben, hoe dat allemaal eigenlijk in elkaar steekt. Uh, waarom, als je een legging van 50 euro verkoopt, je er misschien eigenlijk maar 3 euro aan overhoudt. Alles. En waarom je hem dan toch toevoegt aan de ja, collectie, omdat het iets is wat mensen kopen om exact. binnen te komen. En dan, ja man, dat is sick hè. Ja, maar hoe lang kijk je al naar Christian Guzman? Acht jaar. Ja, ja ik ook echt ja, al man. ziek lang ik vind het zo mooi heb je de vlog gezien dat hij zijn eerste sportschooltje ging openen die ja, kleine ja. zo insane om te zien dat die guy ooit gewoon hij was gewoon een online personal trainer hij woonde bij zijn ouders en toen begon hij met een Precies. kleine gym en om hem te zien gaan in twee drie jaar en dat naar had ook allemaal gefilmd een fucking ja. grote gym en toen begon hij met Alpha League, Lead. wat yeah. eigenlijk een soort van Gymshark is en dat is gewoon een nou ik denk tientallen miljoenen bedrijven dat zeker echt fucking ik denk groot. niet dat het groter is in, uh, in Omzet of in, uh, dan in waarde dan Jim Nee, gymser, nee dat, no denk way, niet. dat niet. Maar het is groot. Want Shark is ook achter. Ja, dat is echt belachelijk. Ja. Dat is wel dik man. Maar dat is weer, hij is weer een voorbeeld. En ja, daar begon ik dus mee. Zo heb ik het ook afgekeken eigenlijk. Je begint met een following. En dan pas ga je iets bedenken ja. wat je op je following kan toepassen. Ja. Of het nou een service is, of een, in zijn geval was het coaching in het begin. Uh, een product of gewoon een verhaal. Dat maakt niet uit. Maar ja, je kan niet van nul, iets gaan proberen, iets, iets wat iemand nog nooit heeft gezien, gaan proberen te verkopen. Het komt ook inauthentiek over. Dat is toch ook het ding van Gary. Jab, 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 right ja. hook. Geven, geven, geven. En dan kun je een keer vragen. Als je gelijk zegt, hey, koop dit. Dan denk je, wie de fuck ben jij? Waarom zou ik het van je willen? En je ziet mij nooit, dat zeg ik ook altijd in iedere TikTok, je ziet mij nooit zeggen van, koop mijn shit of koop dit. Als jij het niet leuk vindt of niet mooi vindt, prima. Dan ja, je mag je gewoon blijven kijken. Want het is interessant, toch? Of de mensen blijkbaar vinden het interessant, want je kijkt het. Ja. Maar je hoeft niks te kopen. Low. En voor de mensen die mij waarderen of mij zien werken voor wat ik doe en uh, het leuk vinden om dat ook te hebben of het echt heel mooi vinden. Mm -hmm. Die mensen wil ik aanspreken. Die mensen. Ja. ja. ja, ja Kijk, het is wel. Aan de ene kant ben ik het wel helemaal ermee eens van, oké, okay, je moet heel veel waarde geven. Aan de andere kant merkte ik bijvoorbeeld ook met mijn oude business. Ik gaf ook super veel waarde. Gratis trainingen. Um, ik, heel veel TikToks heb ik ook daarvan gemaakt. Um, op uh, Instagram, allemaal co met met tips. Weet je waar heel veel mensen wel echt wat aan hebben gehad? Um, maar ja, levert het iets op? Nee, ik woon nog steeds thuis. Ja. Dus daarin. Maar... Of ik ben te vroeg gestopt daarin? Dat kan ook. Ja, want het is niet. Ik weet niet hoe lang je dat hebt gedaan, maar ik doe het nu twee jaar. Ja. En. Dat heb ik ook twee jaar gedaan. Nou, twee ja. Jaar, ja, ik precies. denk eerder, Koen, dat het een bij jou in zat in het feit. Kijk, jij had wel een doelgroep, je gaf veel waarde. Maar de offer die je vervolgens had, daar was geen match tussen wat zij wilden en wat je hun aanbood. Dus dat is een beetje hetzelfde verhaal wat ik wel vaak heb verteld: van een vrouw op Instagram die een miljoen volgers heeft, uh, die altijd in bikinis post, die een lijn begint. Ja. Die shit gaat niet verkopen, want zij ziet niet in dat het mannen zijn die haar volgen. Precies. Ja. En datzelfde, er was een mismatch tussen de prijs van je product, wat je product aanbod en waar mensen naar op zoek waren, dat niet genoeg matchte met je doelgroep, waardoor het niet als warme broodjes over de, over de bank ging, over de balie. Over de balie, dat zou kunnen inderdaad. Het was niet zeg maar, um, hetgene wat ik gaf was niet precies hetgene wat ik verkocht. En dat is wel zo, want ik verkocht dan coaching, mensen helpen. Een cursus om mensen te helpen om hoger cijfers te halen. Ja. En daar haalde ik wel deelde, uh, gedeeltes uit en daar maakte ik content over. Maar inderdaad, dus... Ja, en, het, is, en het is een beetje het is lastig, maar wat ik hiermee bedoelde te zeggen is van... Um, aan de ene kant, marketing is echt fucking goed als je daar inderdaad een grote following mee kan opbouwen. Misschien ben ik, uh, heb ik het niet helemaal goed aangebouwd. Sowieso wel, want het kon, kon nog heel veel kanten op daarmee. Uh, maar sta je dus ook niet blind erop, want je businessmodel erachter moet ook gewoon goed zijn. Precies. Het moet duidelijk zijn. Ja, daarvoor is dat zijn. boek van Hormozzi zo fucking sterk. Alex Hormozzi, KM. Nee, Interessante guy om te checken, man. Hij heeft ook YouTube. Hij doet heel veel op YouTube. Hij heeft uh, 100 miljoen verdiend of zo. Dus hij is echt poot in de kleinheid. Hij doet ook veel vlogs en uitleg over mindset en dingen. Maar hij heeft een boek: 100 miljoen dollar offers. Die kun je ook luisteren. En daarin heeft hij het ook over uh, de markt, je offer en uh, de promise die je doet. En jouw promise was nice. Jouw promise was uh, geen stress meer, goede cijfers, je studie halen... je bespaart geld omdat je niet drie keer je jaar opnieuw moet doen. Ja, Top, ja, ja. dat wil iedereen. Maar zijn er mensen die studeren die geld over hebben voor dat soort dingen? Dat, dat is de vraag. Daar wou ik naartoe. Want ik denk dat studenten over het algemeen cheap zijn. En studenten geven liever geld uit aan kleren, drank of uh, leuke dingen... dan aan uh, het verbeteren van de studie. Want de exact. studie willen ze zo goedkoop mogelijk zo snel mogelijk halen. Ja. En, en moeten we en, nog wel achter komen inderdaad. Van, en ja, studie betaalt toch dit studiejaar. Daarom. Dat extra studiejaar, dat kan je een soort van uitstellen. Kijk, uiteindelijk betaal jij ervoor, maar dat is uitgestelde pijn. Ja. Denk, ik denk dat daar de, de mismatch is geweest. Nou, we hadden toen in die zomer, dat is wel interessant om te vertellen, um, een half jaar voordat, uh, voordat ik afstand had genomen, hadden we de keuze, waar gaan we nu in investeren? Gaan we investeren uh, om scholen te gaan benaderen of gaan we investeren om studenten te gaan benaderen? En omdat we dus ook al de marketing content deden. En die following op Instagram en zo aan het opbouwen waren, hadden we toegekozen van oké, okay, we gaan nu Fully, een half jaar of een kwart jaar sowieso op studenten. En kijken we gewoon hoe dat gaat. Gaat het niet? Oké, okay, dan stappen we over naar scholen. Ik denk dat van tevoren, ik weet, ik weet niet waar het verhaal in gaat, maar ik denk dat scholen een beter plan is. Beter plan was, ja. beter is. Ja, ja, precies. Nou, op dat moment uh, toch op een of andere manier de keuze gemaakt om uh, op de studenten te gaan. man. Maar dat is toch prachtig. Dat is toch mooi ja. dat je nu kan terugreflecteren op, op een. Traject wat niet uiteindelijk gegaan is zoals je wil, maar waar je wel fucking veel van hebt geleerd. Ja, je, je iedere ondernemer, denk ik, heeft twintig ja, dingen die gefaald zijn waar hij over kan vertellen. Ja. Twintig is overdreven misschien, maar een aantal dingen waar hij over die kan vertellen, dit is gefaald, dit is gefaald en dit is geslaagd. Ja, man. Ja, ja. Maar ik weet ook nog zeker van, oké, okay, luister, als we je, als je nu opnieuw zo aanpakken, zou ik ook gewoon een sales guy zetten op, op het benaderen van de hogescholen, zodat ik dat zelf niet meer hoef te doen. Die krijgen gewoon 20% van het contract of zo, wat wordt afgesloten. Vind ze helemaal prima. Dan hoef je dat niet meer zelf te doen. Het product staat eigenlijk al. Um, ik kan gewoon de cursus losverkopen. Ik hoef geen eens coaching erbij te geven. Als ze dat willen. Nou, Tegenwoordig is kan getallen. alles online digitaal. Je hoeft er zelf niet eens meer te zijn. Je kan gewoon een videoopname maken. Precies. Ja, dus dat is, uh, de hele cursus staat al en zo. Dus als ik dan erop terugkijk, denk ik van ja, het zou nog wel heel makkelijk uh, tijd investeren kunnen zijn. zonder dat het mij veel tijd gaat kosten. Maar wat wel veel gaat opleveren. En ja, dat is natuurlijk achteraf altijd. Ja, man. Ja, het is gewoon, ondernemen is net als sporten. Het is gewoon getting your reps in, man. Precies. Snap je? Die, die eerste keer dat je ging benchen. Je kon wel helemaal op de video uitzoeken hoe je moest benchen. Maar al die kennis ga je niet toe kunnen passen totdat je gewoon honderden keren gefaald hebt. En dan lees je misschien nog een keer dat artikel en denk je, oh shit, die arm net iets meer zo. Nu klikt het. Want nu ben ik Precies. ver genoeg ontwikkeld om dat te laten klikken. Ja. En dan ga je weer naar beneden. Want dan kan je weer niet 140 uh, benchen en dan ben je weer zielig. Ja, ja. Ja. Ik denk dat een van de... Maar wel pijnlijkste... logisch nadenken. Dat is meer van wat jij bijvoorbeeld hebt gehad. Uh, dat je wel zei van oké, okay, eerst een volg opbouwen en dan de business erbij. Weet je dat. Dat jij zeg maar een paar goede voorbeelden hebt gehad die je echt eigenlijk... Ja, op de, op de stappen naar gewoon echt goed kon volgen. Oké, okay, wat hebben zij gedaan? Oké, okay, deze stappen ga ik ook opvolgen. volgen. Ja, en dan toepassen op mijn niche in dit geval. Want niemand, niemand maakt custom sneakers. Nou, niet niemand. Maar er zijn weinig mensen die custom sneakers maken. Er zijn weinig mensen die zelf kleding ontwerpen en dat laten zien. Tuurlijk zijn er duizenden kledingmerken. Maar dat gebeurt allemaal achter de schermen. Ze laten ik niet zien van ik ben het gezicht van dit merk. Hé, hey, uh, kijk uh, met mij welke schets ik heb gemaakt. Uh, mijn following mag kiezen. Wat vinden jullie het vet? Oh, 80% van dit vetter? Oh, dan gaan we dat doen. En zo komt dit shirt. En ja. Zo, ja, man. zo werk ik. En dat vind ik veel leuker om te laten zien, of te doen ja. in ieder geval, dan, dan andersom. Uh, dan andersom. Ja. dan uh, achter de schermen werken en dan het proberen te verkopen zonder gezicht, zonder... Uh... Ja. ja, denk ook sterker. Uiteindelijk, uh, dat is bedoeld, dat is ook de Gary V natuurlijk. Ja, die dat, die dat is natuurlijk Gary V. Ja. En ik vind het ook wel grappig, want jij zegt, je wil je brand ook breder trekken. Je doet natuurlijk sneakers, maar je hebt het altijd al ingestoken dat het vanuit een breder perspectief ja. kan. Heeft dat dan ook te maken met dat je bijvoorbeeld Max Tuning gekeken hebt? Ja. Die altijd in al heel lang dat hij vloes maakte, zei die ik ga iets doen ik ga iets voor jullie maken ja. maar ik weet niet wat nou toen is op een gegeven moment met sportkleding en normale kleding gekomen maar ook en dat vind ik fucking lauw, hij is een fitness guy maar zijn hele pet peeve type ding was sour candy hij was helemaal ja, gek ja, van sour precies. candy dat reviewde die toen is hij een eigen sour candy brand ge gestart ja. en die shit gaat ook gewoon fucking hard dat is echt nu een van naast volgens mij naast uh, hoe noem je dat uh, sour patch Kiss is het een van de grootste snoepmerken nu al in Amerika binnen twee drie jaar. Ja, ja, hij is echt fucking. Maar hij ging ziek altijd hard. reacties erop geven. Ja, ja, ja hij was gewoon een fitnessguy die en in die fitnesscultuur was er toen een periode dat iedereen voordat ze gingen trainen ja, ja, snoep had ja. en dan pre-workout Ja. En ik heb dat ook gedaan en ik doe dat nog steeds. Ja ja snoep dan en, en pre-workout. Ja. ja want suikers en suikers of je nou fruit eet of niet luister maar naar opfront podcast. Ik ben ik luister nooit naar een Nederlandse podcast bijna hmm. maar opfront nou, ik luister niet tegen. En lotgen podcast. En, en lotgenot <laughs> podcast natuurlijk. Uiteraard <laughs> uiteraard. Maar ik zie wel eens fragmenten van upfront en dan denk ik van ah ja, eindelijk mensen die het wel snappen. Ja. ja, dat zijn zikke guys, ja. hè, die upfront uh, gasten. Zeker. Maar uh, Sour Candy, zuursnoep, snoep voor het trainen, dat was zijn, ja, zijn, uh, zijn, zijn handelsmerk voor zijn vlogs. Mm. En op een gegeven moment zei wat jij net zegt, is hij gewoon een eigen Sour Candy bedrijf gestart. En ook het mooie was, wat ja, het, het zieke was, dat hij altijd zei. Ja, de sour candy ja, is, het is mij net niet sour. Niet. sour ja, 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 het is net het is niet, niet zuur genoeg. Het is net niet dit. Dus hij deed ook reviews. Dus uiteindelijk, soort van super logisch. Oké, okay, pak alles wat ik eigenlijk vind dat mist. Maak het zelf. Mm. Iedereen comment ook. Ik heb precies mm. hetzelfde probleem. Exact. Fucking let's go. En het beste van het, van, het, van, het, van het allemaal. Sour strips. Actual sour candy. Ja, 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 ja. dat is dus wel man. Hoe heet die uh, goede vriend van, uh, van uh, Logan Paul, die ook uh, heroïne verslaafd verslaafd is? Mike Melik. Mike Melik. Ja. ja, ik Mike, Mike... kijk hem ook elke dag. Ja, jij ja, zijn ja. vlogs ook, ja? Ja. Even... Ja, leuk man. Want in zijn vlogs gaat hij nice dus shift. ook altijd die burgers testen. <laughs> ja, dat klopt. Dus dan zou het eigenlijk voor hem ook een heel logische volgende stap zijn. Nu, daar dat is zijn dat, ik weet al zeker dat hij het heeft heeft nu een boordep gekocht. Ja. Ja. Oh ja, dat klopt. Daar heeft hij het over gehad. Hier zit al een heel plan achter, al een jaar volgens mij. Bro, dat is dus het lijp ook aan Board Ape. We vliegen van hot naar her. Maar ja, het zieke van. aan Board Apes is dat je koopt niet alleen de NFT want er zijn heel veel NFT's die je koopt. Maar het commercieel recht om ja. die afbeelding te gebruiken blijft liggen bij de originele maker. Precies. Bij een Board Ape koop je dat ook. Dus je kan shirts bedrukken. Zo'n. Van uh, Snoop Dogg heeft dat ook gedaan. Klopt. Die heeft volgens mij Snoop heeft nu zijn eigen. Branch of zo heeft hij Maar gestart. Snoop ook zijn eigen merch voor zijn voor aap. Ik weet niet, hij heeft, hij ja. heeft die Pantherprint-aap. Juist. Ja, okay. ja, ja, ja hij klopt. heeft volgens mij een wietmerk ook, Stoned Apes of zo. Klopt. En daar, daar staat ook al die Board Apes ja, erop. Ja, en zo. ja, ja dat ook. is fucking ziek aan die Tien Board ziek, Apes. Man. Ja. Echt zo van de elite product ja. is dat dan. Ja, dat is ja. keihard. Dat is echt keihard. Hoe, ja. en, en kijk, kijk naar iedereen kent nu Board Ape. Er zijn kinderen ja, iedereen, van 5 ja, 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 tot 10 ja, ja. jaar op TikTok die Board Ape screenshotten en als profiel wilden gebruiken. En op mijn video's komen Luister. Maar, dat maar besef dat, dat, snap dat is voor een nieuwe generatie ja, board, ja. Dat, bro, dat eigenaar van een Board Ape, dat dat gewoon. Dat is, zijn gewoon een soort van nieuwe BN's. Maar, maar het, het grappige is, bro, Het, het grappige Sorry. is dat zeg maar een fucking H&M beseft dat niet. Een H&M nee. koop één Board Ape. Maak kindershirts ja. met een Board Ape erop. Pro, dan verdien je hem terug in een dag. Ja. 100%. Kleine teaser, Fabio Creates creatief NFT projecten. Misschien dit jaar nog, ik weet het niet. En dat was ik al heel benieuwd ja, naar ja, van. Dat was inderdaad mijn volgende vraag. Van dit hoe jaar gaat niet lukken, maar uh, Dit jaar gaat niet lukken, maar zeker ja. wel ooit. Ja? Ja, wat, ja, wat, wat lijkt je dan tof om te maken van NFT's? Um, 3D-beelden, 2D. Nee, fysieke items. Fysieke, fysieke items. items. Oké, okay, vertel. En ik krijg een NFT krijg je erbij. Jullie kennen ook Logan Paul. Geval. Uiteraard. Ja. Hij heeft een het marketplace. Ja. Waar fysieke, vooral fysieke items voor shares als NFT's verkocht kunnen worden. Ja. Ja. Dus ja. Ik hij... doe het heel even vertalen hoor, naar de mensen die oh, het zo, kijken ja. die het misschien niet snappen. Dus het is eigenlijk, stel je voor, je hebt een hele dure ja. baseballkaart, die zeg, een ton kost. zo'n is een hele speciale baseballkaart. Jij kan die niet alleen kopen. Jij kan hem niet alleen kopen. Maar wij vinden het alle drie interessant. Wat nou als wij duizend mensen vinden, die allemaal 100 euro willen inleggen, en zeggen, hey, dan zijn wij shared owner van die baseballkaart, en dat leggen wij vast, door middel van de NFT, in een DAO, die zegt, dit zijn de mensen die eigenaar zijn van deze kaart. Exact. Dus Shared Ownership. Dat shared, is, uh, shared Ownership. Ja. En dat is dus dit nieuwe bedrijf van Logan Paul. Dit bestond nog niet. Nee. In ieder geval niet voor uh, NFT's. En dus eigenlijk ook niet voor Physical Assets. Maar um, stel, ik zou uh, echt zo'n vet paar schoenen... Omdat het nu even nog bekend staat om schoenen. Zo'n vet paar schoenen ontwikkelen. Zo'n vet paar schoenen maken. Dat ik dit als NFT zou kunnen lanceren. In dit geval op bijvoorbeeld... Uh, Likker Marketplace. Ja. Dat zou mm -hmm. dat zou me vet lijken. Ja, dat is wel Maar wat me nog veel vetter lijkt is uh, in dit geval nu voor nu dan kleding te combineren met een NFT-project, want dat is ook niemand. Ja, true. En dan komen we toch terug bij het idee dat het gewoon tegen zich zou zijn als een bepaalde code of zo inderdaad aan een shirt gekoppeld is. Dat dat is waar ik op terugkom. Want kijk, je bent altijd een mens, maar mensen willen altijd iets speciaals hebben. Oh ja, maar jij hebt wel, je hebt dezelfde shirt aan. Fuck je vet. Maar je hebt natuurlijk ook. <laughs> dat pas? Ja. Nee, nee, nee. Als je eigenlijk ziet, JF Code. Dat bedoel ik. En dan heb je altijd mensen die willen iets één van de één, iets speciaals. Daarom bestaat mijn bedrijf ook, want het is gecustomized. De, de true. Ja, true. Maar dat wil je met andere kleding ook. En als jij shirtje één van de 10.000 hebt, van de 10.000 NFT's, maar die. Die heeft net dat extra printje of net dat extra dingetje, waardoor je die, uh, weet ik veel, uh, 100 euro waard is of 1000 euro waard is. Ja, dat is veel interessanter. Ja, dat soort dingen zijn ook wel altijd het laatst ook over een project. Want kijk, ik draag ringen vaak, vaak. Pink ring vind ik lauw, heb ik ooit bij Pikie Blinders gezien, vind ik tof. Nice. Echt, en toen hadden we Peaky Blinders? Ja man, daar oh, ik zag ik het voor verwacht. het eerst maar jaren terug, echt vijf ja. jaar geleden. Ik vond dat er gewoon lauw uitziet oh, man, ja. die, die, die pink ring. Pink ring. Maar um, toen hadden wij het er ook over, dat zou zo ziek zijn als we voor de lotgenoten gewoon een standaard zegelring maken met ons logo erin, ja, die je kan dat kopen, genummerd van één, dus één, twee, genummerd tot honderd. Iedereen met die ding gekoppeld aan NFT kun je naar al onze community meetups toe, daar kan je gewoon altijd bij. Dat oh. soort zieke dingen kan je gewoon ja, nu... Man. Kan je je ring uitdoen, kan je scannen Hoe vet <Sel> is dat? Ja, man. Dat soort dingen zijn echt fucking insane. Maar dit, dit, dit soort ideeën komen eigenlijk pas nu voort uit, uh, NFT -wereld. NF uit de NFT. -wereld. Board, ja, exactly. board apes. Oh, je hebt een board ape, Maar dan mag je alleen naar dat event. Want dan ben je. Ja, ziek is oh, dat geez. hè. Ja, dat is, heel heel v kan is daarop gebaseerd. Ja, man. V is ja. een, een lijp. Maar het ziek is ook dat Gary ook zegt: het moet een soort van Disney worden. Hij ja. heeft dus een en Disney nou, ja. als, als, als visie. visie. Ja, Maar dat is ja. toch gek? Maar het mooiste wat, wat hij altijd zegt, vind ik. Het zal misschien niet beter worden en ik zeg niet dat het mooier of beter wordt, maar het zal zo groot worden. Ja, ja Gary ja. is, maar Gary is echt een madman. Hoe dat probeer ik nu dus mezelf ook meer aan te leren. Van Oké, okay, wat zie je om jezelf om je heen gebeuren? Dus wat zie jij op een uh, microniveau om je heen? Wat betekent dat uiteindelijk voor het macroniveau en waar we dus naartoe bewegen ja. in de toekomst? Wat ik bijvoorbeeld jou net ook wil zeggen, wat eigenlijk heel gek is. Mensen willen heel graag customize dingen. Jij wil kunnen zeggen, ja, ik heb dit shirt, we hebben misschien dezelfde. Maar die van mij heeft hier dit nummertje, want dit is door de owner gesigned, zo, dat. Precies. Maar tegelijk zie je dus op een TikTok, maar ook door NFT's en ook in Discord dat gigantisch aan het groeien is. Dat communities, dus samenkomen, ook steeds belangrijker wordt online. Dus mm -hmm. eigenlijk we gaan weg van individualisme, maar we willen wel de individu zijn. Dus we willen samen, samen ja, onszelf het zijn. Dat is tegenstrijdig. maar ik denk dat het binnen die community dus nog steeds iedereen zijn eigen... Ja. ja, je wilt samen uniek ja. Maar het is heel ja. interessant toch, samen uniek zijn eigenlijk. Het is een beetje ja. een soort van ja. een gek... Uh... Community trouwens, over dis Discord. Ik weet niet of jullie een Discord hebben. Telegram. Telegram. Telegram oh ja, ook wel. Natuurlijk ook een community platform. Ja. 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 Ik moet er nog aan beginnen. Ja. Maar dat is echt iets voor Vooral mensen... Maar bij jou zit hij zo vol, man. Godverdomme. Ja, je moet... Uh... Wordt leuk, man. Ook ja, de ideeën die je kan neerzetten. Ja, ik... ik ik heb er gewoon nu geen tijd voor. Je moet gewoon een Discord manager aannemen. Dat kost helemaal niet veel. Het zijn gasten van 14 die gewoon een hele Discord voor je bouwen. En shit managen en messagen. Je gewoon een paar gasten, een paar ja, gasten dus, die ja. houden van, uh, van sneakers en zo. Ja. En dat hoeft niet super duur te zijn. Zeg maar, het kost geen tonnen. Wat? Om een Discord te laten bouwen en die mensen dat te laten doen. Het kost ook geen 10.000 euro. Nee, ook precies, ook geen euro. Zeg maar, Nee, precies. voor een ah, paar honderd euro, 100, euro ja. kan je dat gewoon doen. Ja, en dat kan je voor een paar honderd euro. Kan en anders onderhouden. voor de mensen die het niet weten, maar wel alle ondernemers heb je altijd pakies of Chinezen op Fiverr. Juist. En Heerlijk. helemaal voor jou als je het internationaal doet. Ja. Ik zou dat doen man, dat is Ja, ik, Discord, moet gewoon ik moet gewoon sowieso laten een bouwen. Discord en daarna zou ik natuurlijk ook starten met YouTube. Ik moet ja. ergens tijd gaan. Ja, je moet het ja, gewoon ja, ja, uitbesteden. Toch? Ja. Nou, We waar ik wel blij om waar blij mee ben, ik mag nog niet helemaal zeggen, tenminste, van mezelf. Want het is nog niet helemaal rond. Oeh, nee, dat is niks bijzonders. Maar oh. ik heb een stagiair aangenomen. En ik heb Laat. wel uh, twee mensen in dienst, maar ik heb nu ook een stagiair erbij. Ja. Dan ben ik een erkend leerbedrijf. Ja, wat, ja, doop, ja, ja, doop, ja dat doop. is beter. Kijk, dus daarom, met, mochten wij, uh, daarom mochten wij niemand voor de podcast aannemen. Want dat is fucking raar. Zeiden van, ja, wij zeiden van, ja, willen we willen graag iemand in visueel, uh, grafisch vorm geven. Ja, ja. Ik wou het doen. Heb je dat gestudeerd? Ja, nee, maar ik maak wel een podcast met zoveel luisteraars. Ja, nee, sorry, is niet gestudeerd. Dan kan je ook niet iemand begeleiden. The fuck. Nee, nee. <laughs> Oké. Okay. Wat is je achtergrond? Ja, biomedisch labonderzoek. <laughs> <laughs> ah, ja, dat is geen uh, marketing, <laughs> hè? Ik zeg nee, dat heb je helemaal gelijk in. Wat is je ervaring? <laughs> Twee jaar. Hoe lang doe je het? Ja, elke dag. Elke dag doe ik marketing. <laughs> ja. Is het niet podcast? Dan zijn het wat TikTok. Is het Instagram wel? Nee, nee het is niet genoeg. Oké. Okay. Nou. Met mensen die daarover oordeelden, dat was iemand waarschijnlijk uit, een, uit de vorige generatie. Ja, dat, ja, dat was, was een oude vrouw ook toch? Ja. Een vijf, vijf, hater vijf, was dat, dat was echt vijf, een hater. Waarom? Zij was niet blij toen ze als... hier kwam. Als je iemand van 25, 30 had... Ja, dat is natuurlijk veel beter. beter. Ja, ja, man. Ja, ja, Weet je ja. wat mij echt mijn hart breekt? Mensen van 25 of 30 die het niet snappen. Je spreekt die mensen wel eens, toch? Dat je gewoon denkt... Wow, 25 of 30? Jij hebt onze leeftijd. Een, onze ja, leeftijd. Ja, 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 maar is, maar ik ben 25. 25. Ja, ja, we zijn allemaal 25. Dan van, je hebt echt een tante oude ziel. Zeg maar, je praat echt van... Nou, dat TikTok, dat... Uh, nee man, dat, uh, ik zie dat helemaal... Dat is toch voor kinderen? Dan denk ik... Ja. Niet eens ik, voor ik, kinderen, ik dat ze de kansen niet inzien... dat je gewoon een succesvolle business... makkelijk, binnen dus 1 of twee jaar... Jij gaat hartstikke hard, hè? Maar zelfs als je 50 of 100.000 volgers hebt, wat echt goed te doen is als je gewoon elke dag een paar TikTok-video's maakt um, en daarvan leert, precies. Is het gewoon goed te doen? Dan heb je een business waar je op kan bouwen? Mensen die, die snappen, willen dat ook niet snappen. Die denken gewoon van oké, okay, dit bestaat niet, ik geloof dit niet en dit kan niet. En mopperen dus... onderweg naar, naar en werk ja, en school. En huilen, en oh, joh, joh, joh. Ja. het is allemaal kut. Wel trouwens. Ik heb wel 900.000 volgers en ook 140.000 volgers, maar niets is wat het lijkt. Er zijn heel veel mensen, influencers, met honderden duizend volgers, maar die verdienen geen cent. Ja, ja man. Dat ja, man. Heel ja, man. Goed en dat leggen, is man. wat wij op YouTube ook heel erg benadrukken. Ja. Geloof me, wij kennen mensen met video's die 2.500 views hebben, die 10k omzet gemaakt hebben met die specifieke video's. Precies. Zeg maar dus van, <laughs> hoeft niet veel te zijn. Ja, het, het moet diep gaan. Het, het, moet, het moet goed zijn. En het moet aansluiten ja. ook. Dat is dat hele ding. Dat is dus echt belangrijk. Dat is eigenlijk weer terugkomend op wat die Max Tuning over die Sour Candy. Tekenen. Ja. Van... Tuurlijk, hij had ook veel volgers. Daardoor is het ziek ontploft. Maar als je gewoon heel goed weet... dit is wat ik gemeen heb met mijn luisteraars. Dit is een probleem die ik ervaar, die zij ook focaliseren. Als ik het voor ze kan oplossen, gaat het sowieso een succes worden. Sowieso. Ja, man. Ik denk ook dat het schoolsysteem binnen oh, oh, nu 10, gaan we 15, 15 jaar nu gaan we heel kapot is. Diep. Dat en, denk ik. Ja, ik zeg nou, nu bijvoorbeeld Hustle University... waar makkelijk 50.000 of wel meer mensen, jongeren, voor aanmelden... het met alle liefde van A tot Z helemaal gaan doorspitten... en ja. alles gaan toepassen wat erin voorkomt. Maar ze zijn nog te lui om uh, elke dag... eventjes rond negen uur op te staan om naar school te gaan. Ja, mooi ja. is dat. Hè. Het kan niet zo zijn dat het schoolsysteem zo blijft werken... en dat het zo efficiënt blijft gaan. Want... Nou, je, je zegt Elon Musk overal tenminste. We krijgen nu, nu steeds meer cursussen. En we krijgen bijvoorbeeld hele specifieke cursussen. Hè. Dus je krijgt specifieke cursussen... bijvoorbeeld hoe je schoenen kan customizen. Prima. Maar dan zeg je ook al van... oké, okay, je gaat plaats van... Schoenen customizen, ga je, uh, gaan mensen jou leren hoe je een business kan opbouwen. Ja, hadden we dus dat je... maar geleerd? Ja, je ja. gaat leren hoe je een boek kan schrijven, maar oké, okay, hoe werkt de marketing van boeken? Ga je daarover leren? Boeken.com, leuk, maar wat nou als je ook andere business wil starten? Oké, okay, dus je gaat online geld verdienen. Dus dat zie je nu van mensen zijn heel erg specifiek, bijvoorbeeld over dropshipping bezig. Mensen gaan veel breder. Het maar, kan nooit zo zijn kon... dat het dat het zo blijft gaan, toch? Slaat maar, op. Als ik even mijn aluminiumfolie om mijn kop heen wikkel en we echt even diep gaan. Er is toch ook wel een systeem gecreëerd waarin het belangrijk is dat er ants opgeleid worden die zorgen dat alles blijft werken. Schapen die gewoon die in het systeem vallen en van 9 tot 5 voor anderen hard werken om te zorgen dat het hele systeem blijft werken. En niet dat willen, want, of onbewust willen en doen. Want ja, of geframed zijn om dat ja. te doen. Of, of, of ik weet niet precies waar dat fout gaat. Ik bedoel, de een zal zeggen dat je door stralen uit je tv. Ja. En de, en de een noemt het de matrix leeft. en de ander noemt het, noemt het de 9 tot 5, het cyclus, weet ik veel. Maar het verschil is wel, tien jaar geleden was het niet zo bekend dat je zoiets makkelijk voor jezelf kon opstarten. Dus één, het is nee, nooit true. zo makkelijk geweest. En twee, het was nooit zo wereldwijd bekend. Want door TikTok, beseffen door TikTok, besef pas mensen hoe makkelijk een business opgebouwd kan worden. Dat klopt, maar ook door TikTok kan je het pas zien. Maar daarvoor kon je niet zien en was het er misschien al wel. Ik denk dat het er wel ja. al was. Het was er lang. Ja, ja zeker. Het er zijn genoeg dag. Dag. mensen die niet naar school gingen en iets onder, ja, iets gingen ondernemen en waar ze succes mee behaalden. Zeker. Maar, maar nu 100. wordt alles uitvergroot. en alles zeker. laten zien. Je ziet maar, alleen maar succesverhalen. Luister ja. naar een Gary V. Die zegt ook wel. Eén video nu je ben je een. Nu, ja, dat sowieso. Maar nu ben je een rockster als je onderneemt. De meeste mensen, het is tof om ondernemer te ja. zijn. Gary zegt. Toen ik op school zat, iedereen werd dokter, advocaat. Ik zei, ik word ondernemer. Wees. Iedereen ja, vond mij echt een mogooltje. Ja, iedereen hij, ja, echt, wat echt ben jij aan het doen? doen. Ja, en ja. nu is hij de rijkste van iedereen uit die klas. Dat weet ik zonder überhaupt te checken wie er in zijn klas is. En de rijkste, en waarschijnlijk de gelukkigste. En Juist. De, Juist. de meest succesvolle. Ja. Ja. En, um, en hij heeft een nieuw vrouwtje. Ja. Hij heeft een nieuw vrouwtje, maar het nog gelukkiger. Ja. Hoe denk je daarover? Ja. Oké, okay, de situatie. Hij ik vind haar ten eerste te mooi voor haar. Of dat voor hem. Ja. Maar dat hoeft niks te betekenen. Ja. Het hoeft niks te betekenen. Want kijk, vrouwen die vallen op status. Klopt. En mannen vrouwen op uiterlijk. Maar ik denk wel dat zij echt. Maar dan ook alleen maar puur en alleen maar op status is gevallen. En waarschijnlijk voor het geld. Ja, alleen ik kan me niet voorstellen dat Gary zich daardoor laat strikken. Nee, is dat dacht ik dus ook. Dat dacht dacht zo. Dus ook. Om, om... Maar zij komt van niks. Ik heb gezien wat ze doet. Ik heb hem even gezien. Ik heb haar even ja. gesteld op Instagram. Ja. En zij heeft. Een tassenbrand volgens mij. En, maar ja. ja, weet je, het is ook wel weer wat Aan ik gewond heb. Mijn vriendin wel. is niet per se super ondernemend. Maar dat geeft mij ook juist die plek waar ik tot rust kan komen. en niet even helemaal in die wereld kan zitten. Dus misschien heeft hij ook gewoon een, een beetje de Andrew Tate uithangen. <laughs> <laughs> ja, ik heb er wel, want ik had het ook in de story geprobeerd. Ik, ik heb er maar één vriendin in <laughs> oh, oh, Eentje maar. Jezus, shit, man. Goed, Goedkoop, man. Ja. Goedkoop. <laughs> hey, maar uh, ik had dus wel. Ik had het van GW4 uh, online gezet op Insta. En ik zei van ja... Kijk, is situatie hoe ik erover nadacht, van ja bro, je hebt twee kinderen, je hebt een vrouwtje, uh, die staat je nooit online. Nee. En, um, en nu is je nieuwe en Een twintig, nieuwe vriendin, keer... vriendin zet je wel online, en je skipt je oude vrouw, en je skipt je kinderen. Snap je? Is dat hetgene wat jou een man maakt? Weet je, het is niet echt... Maar een skipt hij zijn kinderen dan? Nou, ze ki nou Dat weet ik niet, maar hij skipt wel zijn ex. En dat vind ik ook een beetje... De moeder van je kinderen. Ja. En... Jij hebt ook... Uh, Oké, okay, je hebt de Peetvader gelezen, hè? Ja, Godfather. De, ja. ja, de Godfather. Maar die hebben wij toevallig allebei gelezen. Daarin heb je toch ook de muzikant. De, ja. de, hoe heet hij nou? Ik weet het niet meer, maar ik weet ja, het. De muzikant, het. dat is de schoonzoon uh, van... Uh, Johnny, van Johnny Fontaine heet die. Johnny Fontaine. Um, Oké, okay, het is wel een roman natuurlijk, maar... Zeg maar uh, niks, maar verder. Daarin heeft hij ook, zeg maar, dat hij op de populariteit van zijn status gaat, hij allemaal met uh, allemaal vrouwen naar bed. Terwijl hij een vrouwtje thuis heeft en kinderen thuis. Op een gegeven moment is de populariteit is weg, omdat hij niet meer kan zingen. Komt terug, maar zijn vrouwtje wilt hem niet meer. Die denkt van ja, je bent al die jaren vreemd gegaan. Die kinderen die voelen niet echt meer een affiniteit met hem. Want ja, vrouwtje praat continu slecht over hem. Ze zien hun vader. Net. Hij is gewoon washed up. Ja. Hij is gewoon washed up. Je weet ook al. Met de mensen die uh, waarvan de die ouders zijn gescheiden. Die kinderen weten het goed ook, ook wat die vader allemaal doet. Ja, of Dat ze wel. komen erachter. Ja. Als ja, het wel. nu niet is, dan over tien jaar kan je heus wel logisch nadenken... waarom was papa vroeger niet. Dus de reputatie dan is ook wel echt wack. Maar aan ha, Kijk, kant, je, je wel weet wel niet status. wat er speelt achter de, achter de schermen, toch? Dus het is heel moeilijk om daar, denk ik, over te oordelen. Je weet toch? Ik, ik, ja. ik, ik ken Gary niet. Nee, maar wel wat, wat wel... om gewoon bij Gary te blijven. Jij zei... Hij post wel in één keer zijn nieuwe vriendin hij dat dat wel zijn oude video's zei hij altijd ik post mijn kinderen nooit ik post mijn vrouw nooit dit is private en nu omdat hij lekker wijf heeft zogenaamd postte ja. er met uh, een, een, wat had hij ook weer you make my world so much better ja het zo. is echt zo'n queen tekst erbij van, van ja, je weet nou, maar vriendin uh, heeft mijn uh, yeah, dat yeah. yeah. <laughs> ja. hij posten is gewoon laat het, het, laat het laat he. uh, hij is gewoon verliefd ja, hij is, hij is gewoon. Hij is gewoon God, over en over twee warm. maanden denkt van, ah, kut. het kan zo zijn dat je in een nieuwe fase van je leven komt... en dat je dan denkt van, hé, hey, luister, deze vrouw weet wel... voor de fase waar ik nu in zit, dat het gewoon perfect is. Ja, ja. dat zou kunnen. Ja, dat want zou zij is jonger, zij is misschien ook ondernemend. Zij ja. uh... doet ja, ook steeds. Hey, laten we actiever. het er gewoon ja. op houden dat mocht je nou verliefd zijn... en daardoor stomme shit gedaan hebben of daar nu in zitten, onthouden. Zelfs Gary Vee, een van de mentaal sterkste <laughs> mensen uit Amerika, kan gebroken worden door liefde. Zeker. Dus don't be too harsh on yourself. Ja, ik vind het raar. Iemand ik vond ook dat, het... dat hij niet één vrouwtje heeft, maar meerdere vrouwen. Jij zei het laatst. Nog. Nou, dat en vind ik wel. Het is nu kwart over twaalf, dus we gaan hem zo, ja, uh, zo afronden. Maar dat vind ik wel heel opmerkelijk van een Andrew Tate, van een Iman Gatsi. Zij zijn helemaal zo Is zegt iemand dat ook? Want ik volg hem ook hoor. Maar ja, ja ik zal het uitleggen wat hij precies Want ik vind dat dus ja, opmerkelijk. Hun hele brand is gebouwd om mentaal sterk te zijn, discipline tonen. Uh, niet nu je geluk pakken als een fucking end, uh, maar juist uitstellen en dus discipline hebben. En dat doen ze in alle vlakken van hun leven. En investeren in jezelf in je en in vertrouwen in jezelf. Dat en ook ja, investeren ja. in de toekomst. Dus niet nu pakken omdat je snelle winst kan maken, maar op de lange termijn vertrouwen. Dat geldt voor geld, dat geldt voor business, dat geldt voor vrienden, maar dat geldt ook voor relaties. Ik investeer nu niet in een lekker wijf dat ik nu kan neuken. Omdat de relatie met mijn vriendin me meer waard zijn En me op de lange termijn meer zal brengen dan dat snelle neukje. Kinderen. En ik vind het dus heel grappig om te zien dat die boys dat op alle vlakken hebben. Maar nou, ook op relaties zeggen ja. ze altijd... Yeah, I can't be with a woman right now because I would never be faithful. En dan denk ik van... Maar dat is toch nog steeds mentally weak as fuck. Je kan toch tegen ja. een vrouw ook gewoon zeggen... Hé, hey, ik vind jou super knap. Ik zou je willen, weepie. Ik Ga het gewoon niet doen. Klaar. Want dat... ik heb een vrouwtje thuis. Ik denk op de lange termijn. Ik snap dat niet. Ja, ik denk wel... Uh... Ik wist niet dat iemand het zei, maar inderdaad... Uh, voor de mensen, iemand gaat ze niet iemand. Ja. Uh, iemand. <laughs> ja. Interessant. Ja, toch? Ja, Opmerkelijk vind ja. ik dat. Van Andrew Tate en van wie dan ook wist ik het wel. Maar ik had het ja. bij hem niet verwacht. Hij is een hele... Kalme trof, gast. Ja. Kalme, teruggetrokken gast die als zijn business ventures heel rustig uitlegt. Juist. En heel stap, doordacht stap, is. En heel doordacht is. En stappen van 1 tot 100 echt uitlegt. Ja. ja. Dus ik denk dat het... Niet eens mentaliteit is, maar een soort van ook een soort van status. Ja. Ja, maar het grappige is dat zij zeggen. Ja, dat is de menselijke natuur van. De, dat wordt vaak gezegd door. Dat is echt Andrew Tate ook. Als man ja. is het niet natuurlijk om dit. Ja, maar ja. er wordt ook ingespeeld op de menselijke natuur om mensen continu Netflix te laten kijken Klopt. en slecht te laten eten. Dat is ook de menselijke natuur. En daar verzet je je tegen. Want je zegt, anders ben je een lui flikker. Maar waarom is dat dan voor seks niet? Dat snap ik gewoon niet. Dat ja. Een rare ja, ik, logica. Ik, uh, nou, ik snap je jou wel, denk. maar ik snap hen ook niet. Ja. Ik ben ja. met jou eens. Ja, ja ik eens. vind dat gewoon uh, grappig om te zien. Aan de ene kant wel. Heb jij een vriendin? Nee. Oké, okay, uh, wat ik bijvoorbeeld kan hebben is dat als jij uh, veel met werk bezig bent, veel met bijvoorbeeld je status verhogen hè, als man, om even zo heel erg blind te, te zeggen. Uh, kijk, je hebt je vrouwtje ontmoet toen je 16, 17, 18 was. Weet je, dat is nu al best wel stabiel, 5, 6 jaar. Ik hoop als met euh, zeg maar, mijn ex nog aan was, ik ben blij dat het niet is, maar als het wel <laughs> zo was dan zou ik ook gewoon zeggen luister ik ben met mijn vrouwtje klaar snap je van dat is goed um, alleen ik zou dat op een gegeven moment wel lastig vinden als je gewoon veel geld maakt als je veel door de wereld rondreist om te zeggen van oké okay, je blijft bij één vrouwtje um, helemaal als je nog niet weet of zij echt voor jou degene is met wie je voor altijd wil blijven ja ik weet niet man ik, ik ben high als daar... man dus je hebt ook meerdere keuzes dat kan ik maar dan kijk de valt punctie wel te zeggen. Puntje bij het paaltje eens. Ik ben het 100% met je eens. En daarom zie je bijvoorbeeld ook Temptation Island. De reden waarom 9 van die tien guys daar de fouten gaan. Is omdat het kneuzen zijn die nog nooit een chick gehad hebben. En ineens 30 chicks hun proberen te fixen. Waardoor ze denken. Oh shit, ik heb dit nog nooit meegemaakt. Ik vind het lauw. Ik ga proberen en achteraf. Dus, ik moet ik wel zeggen dat mee. ik dat soort programma's niet kijk. Maar als ik het kijk, wel alleen maar voor. Gewoon omdat dat er zoveel domme mensen zijn. Ja, 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 ja. Koude mooi. Maar er zit ook ja. wel een leuk psychologisch ja, achter. Dat, dat dat daarom een straf. Ja, ik check dat nooit, man. Maar dus ik snap die logica wel. Maar uiteindelijk is het toch puntje bij het paaltje. Dat gewoon nog steeds discipline. En je seksuele urges tegengaan... Is wel een van de moeilijkste dingen om qua discipline te doen. Maar nog steeds. Van ja, als jij de discipline kijkt. bent... dan hoort dat er toch ook gewoon bij. Dat denk ik ook. Ja. Is het een beweging? Er ging toch keus? heel lang iets rond nofap? Is dat ja. nog steeds een ding? Ja, maar, ja, zeker, omdat je dan op bij ons, dan ben je meer, ja, ook bij jullie. dan ben je meer gefocust, dan uh... ja. Ja, ja, dat is Om, mental, clarity. Ja. Je niet, mental uh, clarity, omdat je niet mental clarity, omdat je niet al je levensappen eruit uh, uh, schiet. Ja, nou, was... Aan de ene kant ben ik daar wel mee eens. Tenminste, ik ben er mee eens in het geval dat uh, um, 99 van de mannen tegenwoordig een pornoverslaving heeft. Dus dat is inderdaad heel erg goed dat mensen gewoon een beetje snappen van, oké, okay, je hoeft niet elke dag aan je piemeltjes te zitten. <laughs> Maar aan de andere kant nice. denk ik wel van, uh, ja, het is ook wel een beetje mannelijk om gewoon goed seks te hebben. Ja. Toch? En om geen nofap te hebben of uh, al die shit. Menselijk, niet, denk, niet alleen mannelijk denk ik. Dat is ja. menselijk en ja. vrouwen willen het ook. Ja, ja vrouwen, vrouwen zijn misschien wel erger dan mannen. Maar... Ja. ja, maar ze laten het niet zien. Ja, sommigen wel. Sommigen, sommigen. wel. Kijk maar eens dus op Onlyfans. Moet je maar eens zo'n website ja, waar starten. je... Onlyfans. <laughs> OV? Ja, uh, shit man. Ja, ja. OV? Onlyfans, only only fans, only only fans. alleen maar fans die schoenen gaan. Maar, oh, Dat is een nieuw concept, Onlyfans. Dat, uh, only uh, dat is wel heel sensueel, only zo only die fans. veters eruit halen. Supergeil. Ja man. En dan 20 euro of 30 euro per maand betalen. Ja, ja, ja. ja. Of per post. Wist je ook. dat uh, Bad Baby, Bad Baby, die uh, Cash Me Outside bitch. Ja. Zij heeft vorig jaar 50 miljoen dollar verdiend met Onlyfans. Ja, 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 dat is wel leuk. Ik dat heb alleen dat insane. succesverhaal van Corinna Kop Ja, die heeft ook een miljoen op een ja, dag, dag ofzo. Zo, ja. Ja. ja, fucking insane. Dus, ja. nou, wat kunnen we leren aan de mensen thuis? Begin lekker met OnlyFans, dan kun je heel veel centjes ja, er mee. Heel veel <laughs> centjes OnlyFans, NFT's, sneakers, NFT's. customizen. En dan een real note: begin gewoon met TikTok als je iets wil beginnen. Ja, dat is makkelijk. Ja. Zeker man. En je kan zien inderdaad of het aanslaat bij mensen. Dat is het ja. leukste. Want en het kost geen, gescheen. het kost niks. Het kost geen tijd. Het kost geen ge uh, tijd wel, maar het kost geen ge uh, geen geld. Het kost relatief gezien weinig moeite. Ja. Um, maar je hebt als als jij geen TikTok had, had je misschien schilderijen gemaakt en die ging je die verkopen. Ja, maar even zo te zeggen. Ja. Het, dan zou dat waarschijnlijk heel erg moeizaam zijn gegaan, omdat je eerst ik moet wel zeggen, ik heb TikTok. wel in eerste instantie ook een paar schilderijen verkocht via TikTok. Ja. Via TikTok. Ja. Ja, maar, Precies. Ja. Gaan maar je maar zag dat met sneakers ging beter. Nou, ik, ging, ik maak het gewoon een stap van. Ik ga nu geen schilderij meer maken, ik ga sneakers maken. Kijk, je moet niet ah, vergeten hè, dat 9 dat op de 10 artiesten. In ieder geval een hoop artiesten, leven in het mantra. Als ik het mooiste kunst maak dat er is, dan kopen mensen het wel. Heel veel mensen leven met die ideeën. Dat is ook met producten, toch? Als ik het beste product maak dat er is, dan kopen mensen het wel. Maar terugkomend op wat je, nu, wat, je, en wat je nu zegt, en wat je eerder hebt gezegd, heel veel artiesten die zijn ook niet ondernemend. En heel veel artiesten die niet ondernemend zijn, hebben zelf ook niet. Misschien heeft hun werk wel een following, of een aanzien of een, een aantal kijkers, maar zij zelf niet. Dus wie gaat, dat, wie gaat dat in godsnaam kopen? En daarom hebben ze dus altijd een tweede of een derde persoon nog die dat voor hun gaat verkopen. Ja, dat is inderdaad uh, een heel sterk punt. Omdat ze misschien ook voor een heel groot deel de, het karakter niet eens hebben. Exact, en het karakter niet. En het gezicht misschien niet willen zijn. En dus niet de skills hebben om zichzelf of en het werk te verkopen. Dus er ja. komt er een agent of een. een, een een tussenpersoon in ieder geval die het gaat, gaat verkopen. Ja. Maar dat is wel interessant. Dus artiesten zijn niet per se ondernemers, maar ondernemers zijn wel artiesten. Ja, ze dus moeten wel creatief zijn als een ondernemer. Ja. Dus dat valt nou, ja. er wel daar kan je, Ja, daar kan je wel wat voor zeggen, ja. Dat denk ik ook. Ja. En ik heb het altijd gezegd: je hebt een paar gouden combinaties. Dat is uh, een developer, dus ICT-nerd of wat dan ook, met ondernemerskills. Dan heb je gewoon al de golden trio om fucking rijk te worden. Ja, Creative met een hele goede business sense, die ook goed is in, in creativiteit. Ook een gouden combinatie om van geld te verdienen. Je hebt gewoon een paar van die klassieke combinaties die echt. Uh, ondernemen en sales. Geld. Als je zo go goed bent in sales, dan ja. uh, weet je ook sales wel. Zelfs het ondernemen werkt ook goed. Ja. Verkoop je lucht. Ja, man. Ook goed. Ja, je kan alles erbij leren, maar echt ondernemen kun je denk ik niet goed leren. Nee, want je wilt... dat. Nee, dit doet denk ik te veel pijn. Maar dat zelfs met creativiteit. Creativiteit dat? kan je ook niet leren. Je kan wel leren ondernemen, natuurlijk. Ja. Want dat doe ik ook. Want ik ja. was niet per se ondernemend. Nee, ik ook niet. Alleen, er zullen altijd mensen gewoon. Er moeten wel iets. Ja, ja er, zullen, er zullen altijd mensen zijn die onder, op, onder, ja, op ondernemend vlak altijd zullen zijn. Ja. Die herken je gelijk. Ja. Je weet ook wie dat zijn. En dat kan ook wel. Het is een, ook een bepaalde mate, want ik heb gedacht dat ik dat nooit ben, toen dus sprak ik laatst een maat en die zei eigenlijk wel ik was vroeger ook, ik ging altijd Gucci tasjes nep. kon ik dan bij een mattie uit Turkije kopen voor 30 en die stond op Marktplaats voor 60. Toen dacht ik: "Let's go." Precies. En de maat mij herinneren me dat laatst rennen. hij zei van: "Ja, we hebben dat vroeger nog gedaan." Toen dacht ik: "Oh shit, dat heb ik ook gedaan." Eigenlijk was ik best ondernemend als kind. Achteraf denk ik: wow, ik was misschien wel meer die altijd, guy dan ja. ik dacht eigenlijk." Precies. En ja. dat zie je wel vaak terug bij ondernemers die de meeste zijn dan al vanaf jongs af aan ermee bezig. Dit zegt ik ook trouwens, maar je patches? Nee, Pokémonkaarten. Nog, st hey. nog steeds. Yeah. Early to the party. Hey. Yeah. Nou yeah. man. Maar verkopen of ik had wel ruilen altijd. Yu-Gi-Oh kaarten, Pokémonkaarten. Kan je trouwens ook Teddinglo customise versie van maken man. Ja, klopt. Het gaat ook tering hard op TikTok. Dat weet ik nu. Ik weet niet of het bestaat, maar ik weet zeker ik dat customized Pokémon ja. kaarten sowieso hard gaan. Dat, dat bestaat. Hoe wil je het dan customizen? Gewoon kleding erop, of whatever, ja, kleuren. Gewoon allemaal en Die Pokemon po die kaart pakken en daar iets op baseren. Ja, man. Ah, oké, okay, zo, zo, zo. Ik dacht, op de Pokémon-kaart iets customeren. Zonder van de kaart. Ja. Daarom, ja. Ja. <laughs> zeggen, dat ik vond het gewoon net zeggen. En ik denk ook, ik uh, ben benieuwd hoe je daarnaar kijkt, ik denk dat creativiteit ook lastig aan te leren is. Uh, ja, dat denk ik ook. Ik denk dat nog veel lastiger dan ondernemerschap en al die dingen, ik denk dat creativiteit een van de moeilijkste dingen is. Want dat is echt een stukje brein dat wel of niet open Klopt, nou, ik... ik Okay, ik ben van jeugd gewoon niet creatief hè. Nou, tenminste, oké, okay, ik, ik vond het altijd wel leuk, maar het is nooit echt gepusht op school of ik ging altijd voetballen. Weet je, buiten voetbal is dus ook al mijn DS, weet je, zulke dingen. DS, middel DS. Ja, ja DS, de ook en zo. Ik denk dat ik wel creatief ben. Ik ben van nature best wel creatief, moet ik zeggen, als ik gewoon de tijd en ervoor verpak. Maar het is nooit bij mij ontwikkeld. Ja, dus dat kan toen, ook. Toen we begonnen met ondernemen, toen begonnen eigenlijk een beetje de fuses de te flowen. Maar toen dacht ik van, oké, okay, dus dit is, dit is creativiteit. Ik snap wat je zegt. Dat is best wel lauw. Ja. Maar dan moet ik, ik moet het nog steeds voor mijzelf ontdekken. Ja, facts. Je moet het wel voor jezelf gaan testen. Dat is wel grappig, dat uh, deed Ron Simpson. hele creatieve kijk, ik weet niet of je Ron Simpson kent. Oh, uh, nice. Oprichter van Avocado Show, restaurant, best wel bekend. Maar hij, hij deed dan bijvoorbeeld um, van die hele rare opdrachten aan zichzelf geven om creatief te denken. Dus bijvoorbeeld, oké, okay, ik heb hier een kist en die kist moet ik openmaken. Maar ik heb geen handen en geen tanden. En ik mag het ook niet aan een ander vragen. Hoe ga ik deze kist openmaken? Gewoon van die hele rennenvraag. vraag, ja, maar dan ja. moet je een soort van die creatieve kant van je brein gaan prikkelen. Also. Zo trainde hij zichzelf daarin. Wat was het antwoord? Ja, wat was het antwoord? Met zijn voeten. Oh ja, nee. Gewoon, ik weet niet precies wat zijn antwoord daar was, maar dat hij dan op allerlei verschillende manieren ging bedenken. Van, hoe kan je dat allemaal doen om maar die kant van je brein te prikkelen? Zeg maar. Ja, nou. Ja, en wat je zegt, inderdaad, waarschijnlijk toen je begon te ondernemen. Dan word je ook getriggerd omdat je dan moet. Ja. Nou, je moet niet, maar je wil. Ja, ja, ja. man. En ja. voor de mensen die dit luisteren die dit zien: creativiteit is niet alleen maar iets maken. Het is ook iets verzinnen. Een, een, een manier van iets doen. Een manier van content maken bijvoorbeeld, is al fucking creatief. Je kan een filmpje uploaden, maar als jij zo in de kamer kijkt en het is niet interessant, dan is dat niet creatief. Mm. Als jij een bepaalde manier van filmen hebt en een bepaalde manier van flow in je video, dan is dat super creatief. Ja. En dat zien mensen niet. En dat weten mensen niet. Zeker waar. Mensen, de gemiddelde de nee. kijker weet dat niet. Nee, nee, maar die nee, moet je ook gaan. hebben, want nou, anders nee. heb je niet alle al views die hebt. Exact. Nee, want anders zien ze het niet, nee. Fabio, we hebben altijd nog één laatste vraag. En ik ben bij jou heel benieuwd naar het antwoord. Waar sta je over vijf jaar? Over vijf jaar is Fabio Creates, als het dan nog Fabio Creates heet, bekend als een bedrijf wat, wat ik net al heb gezegd, alles wat creatief is, uh, zou kunnen ja, zou kunnen hebben. Gewoon creativiteit. Creativiteit. Doop. Ja, Gewoon creativiteit. Fabio, heel erg bedankt voor je tijd. Jullie ook bedankt. Het was een uh, tof gesprek. We hebben het over veel dingen gehad. Zeker. Um, voor iedereen thuis, vergeet niet te liken, te abonneren. En dan zeggen we altijd nog één ding. En dat, dat, dat is... Fuck gurus. Wij zijn opgenoten. En tjus.